Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren en de Bali is zo'n plek. Hallo, goedenavond allemaal. Mijn naam is Sophie Rutefrans, ik ben programmamaker hier in de Bali. En ik wil jullie hartelijk welkom heten bij deze avond over rijkdom met Ingrid Robijns. Deze serie maak ik samen met twee filosofen, Frank Meester en Koen Simon. Die hebben het initiatief getiteld Nieuw Licht. En iedere maand brengen zij een heel interessant filosofisch werk uit, waar ik dan een avond bij mag maken. En dat wilde ik jullie graag even vertellen. Dan geef ik nu het woord aan de moderator, dat is Lennart Boy. Sophie, dankjewel. Denk ik mooi als samenstellers ook wat meer in de spotlight komen, want zij zijn uiteindelijk degene die voor de Bali voor u al deze programma's samenstellen, dag in dag uit. En het is dus fijn als we ook weten welke mensen dat doen. We gaan vanavond een mooi en divers gesprek vooral hebben. En het woord debat suggereert dat wij hier elkaar op het scherp van de snede zullen bestrijden. Dat doen we niet. Het is een gesprek waarbij we elkaar elke keer verder proberen te brengen in een filosofische context. En dat doen we natuurlijk met filosofen. Koen Simon en Frank Meester, hun naam is al even genoemd, die hebben het initiatief Nieuw Licht. Dat betekent dat jullie elke keer een publicatie voorbereiden met een gast, die wij zometeen ook uitgebreid gaan introduceren. Maar jullie willen ook iets over dat initiatief vertellen, dus ik stel voor dat jullie dat nu gaan doen. En kort de mensen in de zaal er wat meer over zeggen. Ga je gang. Dankjewel, dankjewel. Voor de duidelijkheid, ik ben Frank Meester en dit is Koen Simon. En inderdaad, wij zijn de initiatiefnemers van Nieuw Licht. Ja, en Nieuw Licht zijn wij begonnen omdat wij ons een beetje zorgen maakten over de toestand van het maatschappelijk debat. Wij hadden het idee dat dat aan het vertwitteren was. En dat iedereen heel heigerig heel kortstondig achter trending topics aanliep. En dat het debat niet echt verdiepte. Dus wij dachten, hoe kunnen we dat nu voorkomen? We kunnen wel telkens zelf een boek schrijven en dan het maatschappelijk debat daarmee beïnvloeden. Maar dan moet je heel erg veel boeken schrijven. En daar moet je overal iets van afweten. Dus wij dachten, het is veel handiger. Wij weten natuurlijk heel het boel zelf niet om een goede vraag te bedenken. En die voor te leggen aan andere auteurs die wij hoog achten. En zo hebben we dat gedaan bij Bas Heijnen. We hebben naar het onbehagen in de cultuur gevraagd en hebben we hem een tekst voorgelegd van Freud. We hebben dat gedaan bij bijvoorbeeld Bert Wagendorp, omdat wij ons zorgen maakten over de, wat wij noemen de vivaïsering. We zijn nogal van dat soort termen, hè? Vertwittering, vivaïsering. Vivaïsering van de samenleving. Hij heeft toen gekeken naar Homo Ludens. En aan de hand van die klassieke teksten schrijven de auteurs dan een essay van 10.000 woorden om en nabij. En dat is het antwoord op onze vraag, hoe het ervoor staat. En als dat dan verschijnt, dan organiseren wij debatten en inderdaad de Bali gesprekken. Soms gesprekken, soms debatten. Ik vind het fijn dat Sophie zich even kenbaar heeft gemaakt, want die maakt hier altijd hele mooie gesprekken / debatten voor ons. En hetzelfde doen wij in Groningen met de Studium Generale daar. Om ook te zorgen dat er niet alleen we met onttwittering bezig zijn, maar ook met ontrandstedelijking, om het zo maar te zeggen. Welke vraag stellen we? Ja, waar gaat het nu om? Het gaat nu om de vraag: hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? Dat is de vraag die we hebben gesteld. En ja, we hadden dezelfde intuïtie, zou je kunnen zeggen, dat
niet zo goed is als er een heel groot verschil is tussen arm en rijk. En waar die intuïtie precies vandaan komt, ja. Ik had het bijvoorbeeld, om het heel persoonlijk te maken, mijn oudste broer is, ik kan rustig zeggen, stinkend rijk. Die is directeur van de multinational. En ik moet rondkomen van mijn laptop, dus ik ben eigenlijk heel arm. En dat is, we kunnen heel goed met elkaar opschieten, maar vaak is dat best lastig. Hij wil ergens gaan eten en ik kan dat eigenlijk niet betalen. En dan wil hij dat wel weer voor mij gaan betalen. Maar het maakt het toch op een of andere manier altijd heel gênant. En dus ik had die intuïtie dat het niet goed is. Een te groot verschil tussen arm en rijk. Maar ik had eigenlijk niet echt goede argumenten ervoor om die intuïtie te onderbouwen. Ja, nou, ik heb hetzelfde gevoel. Ik ben namelijk ook een arme sloeber, net als Frank. Daar was ik voor gewaarschuwd toen ik filosofie ging studeren. Maar goed, ik denk dat die intuïtie van ons niet zo heel gek is. La Rochefoucauld, in de 17e eeuw, die eerst puissant rijk was en door de verkeerde kant te kiezen in de oorlog uiteindelijk een arme sloeber werd, die schreef de mooie zin: wie zwak is, kan niet oprecht zijn. En eigenlijk, daar zit iets heel gekrenkts in die opmerking: wie zwak is, kan niet oprecht zijn. Dus als je niet een machtige positie hebt, dan kan je je niet veroorloven om een krachtige mening te hebben. En dat is eigenlijk ook een beetje waar wij op zijn verder gegaan. Wij dachten, als er steeds groter verschil tussen rijk en arm bestaat, komt de democratie dan niet onder druk te staan? Want uiteindelijk bepalen toch de mensen met het geld of met de macht, bepalen de trending topics, de maatschappelijke trending topics. En nou ja, goed. Dan geef je toch wel een argument voor die intuïtie, ja, om die te onderbouwen. Maar we hebben iemand gevraagd die dat heel erg goed kan. Iemand die niet alleen maar rond moet komen van een laptop, maar gelukkig ook een hoogleraar salaris heeft. Dus die behoort niet tot de zwakken. En dat is Ingrid Robijns. En zij heeft in dit boek, wij hebben haar gevraagd om te kijken naar een tekst van Aristoteles. Aristoteles is de filosoof die als eerste eigenlijk een soort coherent economisch systeem heeft opgeschreven. En zij heeft met Aristoteles in haar hoofd antwoord gegeven op die vraag: hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? En daar is dit hele mooie boekje uitgekomen. Ja. En dit is het eerste gesprek / debat over dit boek. Dus we zien het ook een beetje als de presentatie van het boek. Vandaar een hartelijk applaus voor Ingrid Robijns. Mooie introductie. Boekje wat je hebt gemaakt, dat is in samenspraak met Prometheus gemaakt. Hier vanavond ter discussie in de balie. Ik begrijp dat de Volkskrant als mediapartner ook is, erbij is gehaald. Ingrid, ik ga je wat uitgebreider voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen. Je bent filosoof, econoom en hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Jij publiceert heel veel. Doet dat ook tegenwoordig op grote webblogs, ook internationaal. Je hebt ook regelmatig discussie voor het publiek. Jij vindt het belangrijk om niet alleen maar wetenschapper puur sang te zijn, maar juist ook je maatschappelijke debattenrol op je te nemen. Dus we zijn zeer verheugd dat je en aan het boekje hebt willen werken, maar er nu ook discussie over wilt voeren. We gaan jou eerst horen, uitgebreid, over de basis wat jij in dat boekje bepleit. En vervolgens hebben we Anton van der Velde, Reine Rek en Jelle van Baardewijk gevraagd om elke keer op jou te reageren en het gesprek daar ook mee te verdiepen. Dat gaan we doen. Ik stel u straks in de gelegenheid ook vragen te stellen, ongeveer de laatste 15 minuten, 20 minuten van deze avond. Dan is dus nu de vloer aan Ingrid Robijns. Ga je gang. Vijftien minuten toch, hè? Minuten. Ja, ja, omdat je zegt uitgebreid, dan denk ik aan, ik ga hier een uur of twee uur praten. 15 minuten al heel uitgebreid. Oké. Goedenavond en dank je dat jullie allemaal gekomen zijn voor een gesprek, dan wel een discussie, dan wel een debat over rijkdom, extreme rijkdom. Ik ga bij wijze van aftrap even vertellen wat redenen zouden kunnen zijn waarom we ons zorgen zouden kunnen maken over te grote rijkdom. En laat me vooropstellen, ik denk dat rijkdom, een zekere mate van rijkdom, is een goede zaak. Dus ongelijkheid gaat over de afstand tussen de armen en de allerrijkste. En heel vaak gaat onze aandacht naar de armen. Van hoe kunnen we zorgen dat mensen uit de armoede geraken, wat betekent het om arm te zijn, et cetera. En uiteraard, dat is ook cruciaal belangrijk. Maar ik denk dat we in dit debat te vaak ook vergeten om vragen te stellen over de andere kant. Over
moeten we ons zorgen maken dat er ook bepaalde mensen extreem rijk zijn. En laat mij jullie eerst gewoon een paar cijfers geven om het in perspectief te plaatsen. Als in Nederland het vermogen dat we met z'n allen hebben gelijk verdeeld zou zijn, dan zou ieder gezin ongeveer 158.000 euro hebben. Dus als het precies gelijk zou zijn. Echter, wat de situatie is, is dat 60% van de Nederlanders, dus meer dan de helft, heeft zo goed als geen vermogen. Een klein percentage heeft schulden, dus die hebben negatief vermogen. En een paar procent heeft een paar duizend euro. Maar het komt er grofweg op neer, 60% heeft geen vermogen. Dus dat betekent dat het vermogen bij die resterende 40% zit. Maar eigenlijk is het veel ongelijker. Het is namelijk zo dat 10% van de Nederlanders heeft 61% van het vermogen. En dat betekent dat je dus... dat die gemiddeld 1 miljoen euro hebben. Maar zelfs dat bedrag is misleidend, omdat we weten dat, dat ook binnen die 10% Nederlanders dat er een hele grote ongelijkheid is. Dus de echt vermogende Nederlanders die hebben 80 miljoen of een miljard. Dus dat gaat over hele andere bedragen. Het meest voorkomend vermogen in Nederland is 22.000 euro. Dus dit zeg ik om bij wijze van karakterisering iets te vertellen over de vermogensongelijkheid. Want het is namelijk zo dat we heel vaak horen dat de inkomensongelijkheid een van de meest gelijke is ter wereld. En het klopt dat wij, ook al vermindert het, dat wij een fiscaal systeem hebben dat de ongelijkheid kleiner maakt. Maar de echte ongelijkheid zit bij de vermogensongelijkheid. Nu kan je hier... Je zou kunnen zeggen, ja, waarom zouden we ons daar vragen over stellen? Als die mensen niet uit de onderwereld komen of ze doen geen illegale dingen, waarom zouden we ons daar dan druk over maken? Die mensen zijn niet arm, dus die hebben geen problemen. Dus is het niet gewoon een kwestie van afgunst of jaloezie? En Mark Rutte staat bekend om ooit gezegd te hebben dat vermogensbelasting of een belasting op die vooral rijkere mensen zou treffen. Hij noemde dat de jaloeziebelasting. Daarmee had hij precies ook zijn stempel erop gedrukt over hoe hij dat ziet. Maar het is ook een argument dat ik soms bijvoorbeeld met collega's van het departement Economie hoor, dat als ik zeg van ik wil iets organiseren, een discussie over vermogensongelijkheid, dan zeggen ze ja, maar daar hoeft het toch helemaal niet over te gaan, want dat is enkel een kwestie van jaloezie. Ik denk dat dat een, wat wij in de filosofie noemen, een ad hominem argument is. Dat betekent dat je eigenlijk gewoon de discussie niet wilt voeren en dat je gewoon zegt, nee, als je het over de extreem rijken hebt, dan gaat het alleen over jaloezie. Dus dat willen we niet, dus daar hebben we het niet over. Dus wat ik in dit boekje heb gedaan, en het is echt niet dik, dus je kunt het volgens mij op één avond uitlezen, is dat ik 6 argumenten heb gegeven waarom ik denk dat we ons zouden moeten zorgen maken over extreme ongelijkheid. En ik wil jullie heel kort iets over die 6 argumenten zeggen en dan gaan de andere sprekers daar verder op in. Ik weet niet wat zij precies zullen zeggen, dus het is voor mij net als voor jullie een verrassing. Dus vandaar dacht ik, laat mij kort iets over die 6 argumenten zeggen. En het eerste argument komt eigenlijk van Aristoteles zelf. Dus ik heb... Aristoteles is denk ik een interessante denker, omdat hij, zoals Frank ook zei, de eerste was die echt een coherente visie had op economie. En wat bij Aristoteles belangrijk is, is dat de economie door en door ethisch is. Dus je kan geen vragen stellen over de economie, over handel, over rijkdom, over het huishouden, als je niet ook de ethische vragen stelt. En Aristoteles is een deugdeethicus. Dat betekent, hij stelt altijd de vraag, hoe kun je een deugdzaam leven leiden? Want voor hem was dat de invulling van het goede leven, dat je een deugdzaam leven zou leiden. En bij Aristoteles, in zijn deugdethiek, is het zo dat je nooit mag uitschieten naar de extreme. Dus in het geval van rijkdom zou je kunnen zeggen, krenterig zijn is heel slecht, maar alles uitgeven en verspilzuchtig zijn is volgens hem ook ondeugdelijk. Er is ergens een gulden middenweg. Een ander punt dat bij Aristoteles ook belangrijk was, is dat hij heel sterk benadrukt, en dat is volgens mij iets wat we heel goed nog zouden kunnen gebruiken in hedendaagse debatten, het onderscheid tussen doel en middel. En dat is iets wat wij
Ook al is het zo bazaal, wij lijken dat heel vaak te vergeten. Dus bijvoorbeeld als onze leiders het hebben over economische groei, en economische groei is belangrijk, dan wordt dat een doel op zich. Maar economische groei is geen doel op zich. Economische groei is een middel voor iets dat waardevol is. Bijvoorbeeld een goed leven, mogelijkheden die ons zou bieden om de samenleving rechtvaardiger te maken, enzovoort. En Aristoteles zijn visie was dat als je rijkdom nastreefde, omdat je rijk wou worden, dan verwaarde je doel en middel. Als je toevallig rijk werd, wat in die tijd niet zo voor de hand lag, want we hadden geen internet enzovoort, dan was het een andere kwestie. Maar voor hem was het belangrijk dat je altijd de intentie had om een goed leven na te streven en dat je niet tot doel had om rijk te worden. Dus bij Aristoteles gaat het heel erg over wat is de attitude van de persoon. En volgens hem kan je dus niet een goed leven leiden als je dus echt nastreeft om rijk te worden. Dus dat is de eerste reden die we zouden hebben. Ik denk echter dat die voor de hedendaagse samenleving maar beperkte waarden heeft of een beperkte receptie zal hebben, omdat wij in pluralistische samenlevingen wonen. En wij vinden niet dat iemand ons moet vertellen hoe het goede leven eruit ziet. Wij vinden dat ieder dat in zekere zin voor zichzelf zou mogen uitmaken. Dus er is dus een zekere spanning tussen wat wij noemen het perfectionistische van Aristoteles, dat hij ons vertelt wat het goede leven zou zijn, en het feit dat wij vrije mensen zijn die graag dat voor onszelf beslissen. En daarom ga ik andere redenen geven die vraagtekens kunnen stellen bij extreme rijkdom. En ik zal ze kort aanstippen. En dan gaan we er vanavond verder over praten. En de eerste reden is dat extreme rijkdom een risico kan vormen voor de democratie, omdat de democratie bestaat uit een aantal belangrijke politieke principes. En één principe is politieke gelijkheid. One man, one vote. En nu zouden we dus zeggen one man or one woman, one vote. En de reden waarom extreme ongelijkheid dit principe kan in gevaar brengen, is omdat mensen die heel veel geld hebben, die kunnen natuurlijk verkiezingscampagnes sponsoren. En die zullen vaak de verkiezingscampagnes sponsoren die hun agenda zullen bevorderen. Dus als iedereen evenveel geld zou hebben en iedereen zou kunnen bijdragen aan het steunen van politieke campagnes, dan zou de politieke campagnes niet in een bepaalde richting geduwd worden. Maar als vooral extreem rijke mensen die per definitie meer geld hebben dan ze nodig hebben, daar geld in kunnen steken, dan krijg je dus het risico dat bepaalde stemmen in het politieke debat veel sterker gehoord worden. En dat gaat niet alleen via campagnes, maar ook bijvoorbeeld wie heeft de media in handen, wie heeft televisie in handen, of de commerciële media, of de kranten. En ook, wie heeft er kapitaalkrachtige denktanks? Dat is een fenomeen dat zich wellicht in Amerika meer voordoet dan bij ons. Maar ook bij ons is het zo dat we allerlei stichtingen hebben en we hebben de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen die initiëren debatten, die maken notities enzovoort. Dus hoe meer geld je daarin kunt steken, hoe meer je ook je ideeën kan in de samenleving verspreiden. En er is een heel mooi boek gemaakt, dat ik trouwens hier niet in vermeld, maar ik ben even zijn voornaam kwijt, maar hij heet Stedman Jones met zijn achternaam en het boek heet Masters of the Universe. En daarin gaat het hoe dus eigenlijk het economische denken dat verbonden is aan wat wij vandaag de dag neoliberalisme noemen, hoe zich dat verspreid heeft, eerst in Amerika en daarna in de rest van de wereld, via de universiteiten, doordat bepaalde heel kapitaalkrachtige bedrijfsleiders gewoon hoogleraarschappen creëerden op bepaalde posities. En op die manier dus dat onderzoek konden je zou kunnen zeggen propageren of bevorderen. Dus je krijgt dus gewoon bepaald onderzoek waar meer geld voor ter beschikking is. Dus er zijn dus allerlei mechanismes. Ik zal er nog één noemen en dat is lobbyen. Lobbyen is een hele voor de hand liggende. Lobbyisten kosten geld. Als je lobbyisten hebt, dan kun je die naar Den Haag sturen of je stuurt ze naar Brussel en die gaan gewoon jouw zaak bepleiten. Dus langs verschillende mechanismes
kun je dus eigenlijk het besluitvormingsproces in de politiek, waar in principe het zou moeten zijn dat elke stem gelijk is, dus iedere persoon, iedere burger een gelijk gewicht heeft, kun je dat onderuit halen. Een derde reden waarom we ons moeten zorgen maken over extreme rijkdom is dat we extreme rijkdom moeilijk te verenigen is met onze ecologische plichten. Wat zijn ecologische plichten? Dat komt erop neer dat we eigenlijk omwille van het feit dat ecologische hulpbronnen, waaronder in dit geval vooral nu de mate waarin de atmosfeer kan broeikasgassen absorberen, of dat we die daarin kwijt kunnen, want het is niet echt absorberen, we stoten ze er gewoon in uit, dat behoort van niemand, of dat behoort tot iedereen. Dus dat is afhankelijk of je vindt dat mensen kunnen zeggen dat ze iets van de natuur kunnen bezitten of niet. Maar niemand van ons kan zeggen, ik heb meer recht om uit te stoten dan iemand anders. Moreel recht. Dus dit gaat echt over morele kwesties. En dat betekent dus ook dat mensen die over 100 jaar zullen leven, evenveel moreel recht hebben op een leefbare aarde dan wij. Maar, lang verhaal kort gemaakt, we weten allemaal dat we op dit moment veel te veel uitstoten. En het is gewoon heel moeilijk om om dus eigenlijk die uitstoot op een niveau te brengen die rechtvaardig is. Rechtvaardig naar mensen die in de toekomst zullen leven en rechtvaardig naar mensen die echt in grote schade zullen ondervinden, mensen die nu leven. En dan kun je denken aan landen waar dat de hongersnoden zullen toenemen, of kun je denken aan eilanden zoals Kiribati, een van die kleine eilanden in de Stille Oceaan. Binnen 30 jaar is dat eiland weg. Dus dat is een heel land, een hele natie, die gewoon geen plek meer heeft om te leven, omdat de zeespiegel stijgt, omdat er op andere plekken in de wereld mensen heel veel uitstoten. En de koppeling tussen die klimaatrechtvaardigheidsvraagstukken en extreme rijkdom ligt in het feit dat hoe rijker mensen zijn, hoe meer ze uitstoten, statistisch gezien. Je kunt uitzonderingen verzinnen, je kunt iemand verzinnen die een heel sober leven leidt en Picasso's verzamelt, maar als je naar de gemiddelde kijkt, dan weten we dat rijkere mensen gemiddeld iets van 200 of zelfs tot 300 ton emissie CO2 of equivalent per jaar uitstoten, terwijl dat we eigenlijk zouden moeten proberen dat op een paar ton per persoon per jaar te krijgen en zo snel mogelijk naar nul. En bovendien is het ook zo dat heel veel rijkdom ontstaan is door processen waarbij heel veel milieuschade is veroorzaakt. Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen, al die mensen die in het verleden rijk zijn geworden, via bedrijfsactiviteiten die heel veel milieu hebben beschadigd, die zouden daar compensatie voor moeten betalen aan iedereen. Ik maak het verhaal kort, want anders heb je niks meer om te lezen. En ik moet nog ook in de resterende 5 minuten de drie laatste redenen samenvatten. En ik zal kort zijn over de vierde, want dat is een hele klassieke. En dat is de reden dat eigenlijk geld, als het meer gelijk verspreid is, dat de welvaart van de mensen doorgaans hoger is. Dus kort samengevat, hoe gelijker de samenleving, hoe hoger het gemiddelde welzijn. Want we weten dat als je een bepaalde hoeveelheid rijkdom hebt, dat eigenlijk dat niets meer toevoegt aan je welzijn. Dus als je die lijn volgt, dan zou je dus net zoals de effectieve altruïsten, zoals Peter Singer, kunnen oproepen aan mensen om het geld dat ze niet nodig hebben, om dat op een effectieve en efficiënte manier ten doele te stellen van de mensen die momenteel lijden of tekort hebben. Het vijfde argument is het meest fundamentele en het meest filosofische. En dat is het idee dat heel veel van het geluk dat we hebben in ons leven of van de verdiensten die we hebben, kun je terugvoeren op factoren waar wij zelf niet van kunnen zeggen dat we dat zelf verdiend hebben of dat wij zelf daar eigenlijk de credits voor kunnen nemen. En er is een eenvoudig gedachte-experiment waarmee je dat zou kunnen illustreren. Neem gewoon iemand, een miljonair of een miljardair van 2019, en verplaats die naar een plek of een tijdsgevricht zonder wetenschap, zonder computers, zonder ICT, zonder functionerende rechtsstaat, en vraag je dan af hoe rijk zou die persoon kunnen worden.
die kan helemaal niet rijk worden. Dus wij zijn zo afhankelijk van de infrastructuur, de kennis enzovoort, die voorgaande generaties voor ons hebben gemaakt. Dat is een hele belangrijke soort van erkenning dat individuele rijkdom uiteindelijk terug te voeren is tot de erfenis van voorgaande generaties. En een ander punt is dat eigenlijk ook de factoren die bepalen of je rijk kan worden, zoals bijvoorbeeld ben je slim, ben je creatief, verzin je iets dat, waar heel veel mensen iets aan hebben, dat die vormen van talenten zijn natuurlijk ook in zekere mate toeval. Want jij hebt jezelf niet gemaakt, je hebt je ouders niet uitgekozen, je hebt de leerkrachten niet uitgekozen. Dus als je vanuit dat perspectief, waarin je dus eigenlijk die toevalsfactoren centraal zet, gaat kijken naar onze successen, maar ook naar het falen van de falen, tussen aanhalingstekens, van de mensen die zwakker zijn in de samenleving, dan ga je op een heel andere manier kijken naar wie verdient wat. En het is interessant dat vorige maand Bill Gates een interview gaf met de Daily Mail waarin hij dit precies zegt. Hij roept op tot hogere belastingen, meer progressieve belastingen, en hij zegt letterlijk, I didn't deserve my fortune, nobody does. En we weten allemaal dat Bill Gates de grootste filantroop is. Ten slotte, misschien zijn er voor de rijken zelf wel redenen waarom het beter zou zijn als er geen extreme rijkdom zou zijn. Er zijn namelijk studies van psychologen die suggereren dat de kinderen van rijken vaak, net als armere kinderen, meer mentale gezondheidsproblemen hebben. Ze voelen zich vaak eenzamer, ze hebben vaak problemen met verslavingen enzovoort. En dat heeft ten dele te maken met het feit dat hun ouders geen tijd hebben voor hen. En het heeft er ook mee te maken met dat er een enorme druk ligt op hen om te gaan presteren, net als hun ouders. En de rijken zelf, die hebben, omdat ze vaak heel hard werken en ook heel veel verdienen in die uren, worden die ongevoelig voor niets doen. Namelijk, niets doen is heel erg duur. Dus het feit dat niets doen zo'n soort van helend effect kan hebben op ons, namelijk we hebben dat allemaal nodig, dat is iets wat bij hen erodeert. Dus wat ik eigenlijk als aftrap van de discussie of van het gesprek zou willen meegeven, is dat ik denk dat er meerdere redenen zijn, redenen vanuit de politieke filosofie, vanuit de ecologische filosofie, vanuit het welzijn van de rijkere zelf, waarom dat ik denk dat we ons kunnen afvragen of het wel verstandig is dat we extreme rijkdom hebben in de samenleving. Dank u. Ingrid, ik zou je willen vragen om op de gele stoel plaats te nemen. Ik kom naast je zitten, want wij gaan zo meteen luisteren naar Anton van der Velde, die jou als een soort co-referent gaat aanvullen. Misschien ook wel een aantal dingen ter discussie zal stellen. Je hebt volgens mij heel helder meegenomen in die 6 belangrijke punten die je ook in het boek verder uitwerkt, waarom je eigenlijk zegt, daarom zou rijkdom begrensd moeten worden. Mm-hmm. Dan is natuurlijk ook de vraag, en ik ben benieuwd of Anton daar ook aan toe gaat komen zo meteen, is daar dan ergens een gulden grens? Hè? Ligt daar dan ergens een grens waarvan je zou kunnen aangeven, filosofisch, ethisch onderbouwd, moreel gerechtvaardigd, waarop je kunt zeggen, ja, daar ligt eigenlijk dat ideaal, waarvan jouw punt natuurlijk ook op een gegeven moment is, bij punt 4, dat je daardoor een soort idealere wereld kan creëren als dat gelijkere kapitaal, dat gelijkere vermogen op die manier verspreid wordt. Anton van der Velde, dames en heren, die ga ik even kort introduceren. Hij is filosoof, econoom en hoogleraar aan de KU Leuven. Officieel met emeritaat heb ik hem ontfutseld, maar eigenlijk is hij nog dagelijks zeer actief, geeft nog les, doseert. Ik weet niet of je ook nog promovendi begeleidt. Ook nog, nou dan ben je eigenlijk gewoon nog volop aan de slag. We zijn ontzettend blij dat je hier vanavond bent. Geef hem een heel hartelijk applaus, Anton van der Velde. Wel, goedenavond allemaal. Ik ga u zeggen met het verhaal dat Ingrid hier straks gehouden heeft. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens, ook die 5 of 6 argumenten tegen extreme ongelijkheid helemaal. En ik zou er eventueel nog een paar kunnen aan toevoegen zelfs. Het enige is, ik had eigenlijk verwacht, Ingrid, ik kende je vroegere teksten, dat je dan een pleidooi zou houden voor een soort maximumgrens aan de toelaatbare rijkdom. Dus je hebt dat al bij ons in Leuven daar toch al
papers over komen presenteren. Dus dat heb je hier niet gedaan en een deel van mijn commentaren hebben daar toch mee te maken. Maar laat ik eerst eventjes, dus nogmaals, ik heb ook mijn hele leven lang ben ik voorstander geweest van een grote mate van egalitarisme. En dus in dat opzicht ben ik sympathiek tegenover het betoog dat hier gevoerd wordt. Maar ik wil u toch een paar tegenstootjes ook geven. En ik denk dat hetgene wat we moeten doen misschien toch iets anders is dan te zeggen we gaan die extreme rijkdom er gewoon afhalen. Ik haal dan dikwijls het voorbeeld aan van ja, wat ik noem de rijkste man van Leuven. En de rijkste man van Leuven, dat is iemand die niemand onder u kent. Zelfs in Leuven kennen zeer veel mensen hem niet. Dat is Desiré Kollen en dat is een prof die ondertussen 75 jaar is, die een geweldig goede neus had voor innovatie, die een race patenten gehad heeft met het Rega-instituut, waarmee allerlei nieuwe farmaceutische middelen, medicamenten, die ook heel goed werken, die waar patenten opgenomen zijn. En die man is daar verschrikkelijk rijk van geworden. En die man heeft niet Ingrid Lobijns gelezen, maar die zegt mij, ja, ik heb geluk gehad. En ik heb geluk gehad, om de reden zoals u dat hier uitlegt, ik heb geluk gehad van ja, net op die zaken te werken waar uiteindelijk dan geld mee te verdienen was. Ja, eigenlijk is het ook wel een beetje zo dat hij toch blijkbaar toch wel een goede neus had voor wat hij moest doen. En wat doet hij dan? Wel, hij sponsort allemaal jonge mensen in de medische, biomedische, ingenieurs bij ons, die een idee hebben, die een doctoraat maken, daar een spin-off van willen maken. En dat is risicovol kapitaal als je daar je geld in stopt. Dat geeft hij aan die mensen. En bovendien niet alleen dat, hij doet 1000 vormen van weldadigheid in Gasthuisberg. Dat is een reusachtige kliniek. Daar moest een nieuwe refter gebouwd worden. Wel, Desiré Kollen heeft dat helemaal zelf gefinancierd. Daar was geen euro meer nodig dan hetgene wat hij daarvoor gegeven heeft. Met andere woorden, wat ik daarmee wil zeggen, is het ethische oordeel over rijkdom, ook over extreme rijkdom, hangt voor mij samen met de manier waarop die rijkdom verdiend is. Dat is het eerste. En ten tweede ook wat je met dat geld gaat doen. En ik ben er trouwens ook voor in dit geval. En dus wat doet Desiré Kollen? Misschien kan ik daar een beetje ook een Aristotelische wending aan geven. Aristoteles, wanneer hij spreekt over economie, die verwijst naar koning Midas. En u kent koning Midas. Alles wat hij aanraakt, wordt goud. En koning Midas verzamelt bergen goud en verhongert. Komt om van de honger en dorst, want ook het water dat hij aanraakt, ook het brood dat hij aanraakt, ja, het verandert in goud. En dus de moraal van het verhaal van Aristoteles is, de echte rijkdom, dat is niet goud, dat zijn, zegt hij, tekenen van rijkdom. En tekenen van rijkdom, ja, die zijn corrompeerbaar. Dat is ook een idee die je heel weinig terugvindt in de hele hedendaagse economische literatuur. En hoe ervaar je rijkdom? Wat betekent het rijkdom te hebben, zegt Aristoteles? En dan moet je verwijzen naar het 7e, 8e boek van de Nicomachische Ethiek. Door uit te geven. Je kunt met geld twee dingen doen. Je kunt proberen binnen te halen. Dan zegt Aristoteles, dan denk je dat je rijkdom binnenhaalt. Maar het zijn maar tekenen van. Het is niet het echte. Het is ten dele illusoir. Maar door uit te geven, ja, dan bouw je aan vriendschappen. Daar krijg je een warm gevoel van. Dat is natuurlijk het tegendeel ook van de homo economicus die overal zegt van ik probeer zoveel mogelijk te krijgen. Hier is het. Ik probeer zoveel mogelijk weg te geven. Bon. Dus dat is een eerste zaak. Nu, Ingrid heeft een antwoord op deze objectie. Ze zegt, als we belasten, als we rijkdom belasten, dan moeten we eerst de giften ervan aftrekken. En daarvan zeg ik dan, je moet dat niet alleen toelaten voor de rijken, maar ook voor, laten we zeggen, de middenklasse, zou ik ervoor zijn dat we een deel van de belastingen zelf een bestemming mogen geven, een soort stemrecht met onze belastingen. Wat eigenlijk ook hetgeen is wat die meneer Kollen dan eigenlijk doet. Bon, dat is, laten we zeggen, een eerste relativering. Maar natuurlijk, als je dit wel serieus neemt, je zegt van, ja, we laten toe dat die hele rijken, dat die giften geven, die mogen ze aftrekken van hun belastingen. Dat betekent ook dat die
belasting op die extreme rijkdom veel minder gaat opbrengen. Er is een tweede reden waarom die veel minder gaat opbrengen. Dat is een heel, heel plat, pragmatisch argument. Namelijk dat er heel veel wegcijpelt. François Hollande, de vorige president van Frankrijk, die zeiden we gaan de rijksten belasten. En het gevolg was dat al die rijken weg waren. En op het einde van zijn presidentschap heeft hij die maatregel zelfs moeten terugdraaien. Met andere woorden, en ook daar heeft Ingrid wel een antwoord op de teksten die ik vroeger gelezen heb. Ik heb het boekje niet gelezen, maar wel die vorige teksten. En dan zegt ze van we moeten belasten tot, economen zouden zeggen, het hoogste punt van de Laffer-curve. We moeten ervoor zorgen dat we niet de belastingsvoet gaan maximeren, maar wel de belastingsopbrengst. Dat betekent dat we dus niet zomaar de maximumlimiet aan rijkdom die Ingrid verdedigd heeft in een aantal teksten. Ja, als je maximumlimiet betekent dat je boven die maximumlimiet 100% zou gaan belasten. En dus daarvan weer eens denk ik dat dat niet zo verstandig is. En dus daarmee kom ik dan tot het derde punt. Dus ik verdedig gewoon heel ordinair progressieve inkomensbelastingen met ook het vermogen erin gewerkt. Je associeert met vermogen een soort annuïteiten of een soort opbrengst die je bijtelt bij het inkomen. En die progressieve inkomensbelasting kan behoorlijk hoge tarieven hebben in de hoogste inkomenssegmenten. Maar ik denk dat het belangrijk is om dat hoogste inkomen niet weg te belasten. Ten eerste, dan verdwijnt het naar andere horizonten. Maar ook om die incentive te bewaren voor mensen om risico's te nemen, te ondernemen enzovoort. Hoe groot moet die incentive zijn? Daar bestaat een hele literatuur over, daar is heel veel over te zeggen. Maar dat is één ding. Maar er is een tweede argument om dan toch een groot deel van die extreme rijkdom weg te belasten. En dat is het volgende argument. En dat is, ik ben blij dat ik u nog een zevende argument bijna kan geven dan, Ingrid. Dat is, er zijn reusachtige noden in onze maatschappij. Als je kijkt, ik denk dat dat in Nederland niet zoveel anders zal zijn dan in België. We hebben de voorbije 10, 15 jaar, en we zullen ook voor de volgende 10, 15 jaar wellicht met een lange termijn economische groei hebben van ongeveer 1%. Die economische groei gaan we nodig hebben voor solidariteit. Laten we dat heel openlijk zeggen. België is nu verkiezingscampagne, er is geen enkele partij die dat zo doorzegt zoals ik het hier zeg. Maar er zijn behoeften van vergrijzing, er zijn behoeften van het verduurzamen van ons maatschappelijk en economisch model. Er zijn behoeften van de ziekteverzekering die hoe langer hoe meer middelen zal opslorpen om allerlei redenen. We gaan daar die reusachtige bevolkingsexplosie hebben van Afrika. Daar gaan heel veel mensen naar hier komen, vluchtelingen. Mensen, we gaan moeten geld stoppen, niet alleen in de pensioenen en de zieken, maar ook die jongere mensen die in de opvoeding van jonge mensen die dikwijls de taal niet spreken en waar we meer middelen zullen moeten gaan instoppen. Wel, we gaan heel veel geld nodig hebben voor solidariteit. En dat zullen we onmogelijk kunnen halen alleen bij de extreemrijken. Dat zullen we ook voor een goed deel moeten halen bij de middenklassen. Is dat een ramp? Nee, want het niveau waarop we zitten is vrij aanzienlijk. Maar natuurlijk, als je dan een systeem hebt zoals in de Verenigde Staten, waar de extreemrijken alsmaar rijker worden, het percentage van aangroei van hun rijkdom heel, heel sterk stijgt en waarbij, laten we zeggen, zeker de lagere middenklasse nauwelijks rijker wordt, ja, dan verliest die herverdeling, die solidariteit, verliest haar legitimiteit en meteen verliest het hele systeem ook zijn legitimiteit. Dus ik denk dat je alleen maar kunt zeggen aan die middenklasse, je moet die 1% economische groei, die gaan we niet gebruiken voor reële inkomensvergroting, verhoging voor jullie, maar die gaan we gebruiken voor die solidariteitsdoelen. Dat kun je alleen maar zeggen als je tegelijk ook zegt, we gaan die hele rijksten, gaan we daar niet laten aan ontsnappen. En daarvoor moet je Europese afspraken maken, moet je een grote economische ruimte creëren. En ik wil dat in Nederland hier zeggen, in Vlaanderen hebben wij zeker in de academische wereld geen eurosceptici, maar hier in Nederland schijnt het dat dat wel bestaat. Wel, Europa heb je nodig voor het, en men heeft daar ook vooruitgang gemaakt. Er is een tijd geweest, het Zwitserse bankgeheim, ik rond af, het Zwitserse bankgeheim dat zou springen. Ik dacht, dat maak ik nooit van zijn leven mee. Het is gebeurd.
meer door de inspanning van de Verenigde Staten dan van de Europese Unie, maar die zijn op de trein gesprongen. Dus dat is de weg die we moeten gaan, denk ik, progressieve inkomensbelasting met internationale afspraken, zodanig dat we de belastingontwijking kunnen verminderen. Ik ga er hiermee stoppen, want mijn tijd is op. Dank u. Dank u wel. Anton van der Velde, mag ik u ook vragen om plaats te nemen? U krijgt van mij een handmicrofoon om ook te kunnen bijdragen aan ons gezamenlijk gesprek. Ingrid, mag ik dan misschien eerst maar eens even een respons vragen? Anton vult jou aan en zegt eigenlijk toch wel iets te willen nuanceren. Allereerst, hoe hebben mensen het geld verdiend? Als dat ethisch goed gebeurd is, wat is dan eigenlijk het probleem? En in combinatie met het tweede aspect, op het moment dat men daar vervolgens het goede mee doet, kan men de rijken toch niet iets kwalijk nemen? Ja, in theorie ben ik het daarmee eens, maar dan gaat het echt over de invulling van wat betekent het, hoe heb je het verdiend. Dus bijvoorbeeld in het geval van Desiree Kolle, ik ken daar de details niet van, maar ik denk bijvoorbeeld dat wetenschappers, ik vind het heel vreemd dat wetenschappers individueel rijk zouden worden van het feit dat ze in een institutie zitten en op de schouders van al die generaties voor hen staan en zo hun uitvindingen kunnen doen die dan heel veel geld opbrengen. Dus mij lijkt eigenlijk dat heel vaak wat wij denken dat gerechtvaardigde grote vermogens zijn, dat als je gaat kijken dat het helemaal niet gerechtvaardigd is. Maar dat heeft dus te maken met wat je vindt dat de claim is van het collectief op het feit dat iemand rijk kan worden in een context waarin dat die rijkdom ook gemaakt is door de omstandigheden van het verleden. Dus wat ik zelf als het eigenlijk de moeilijkste casus vind voor de positie die ik probeer te verdedigen, is gewoon willekeurig iemand uit de samenleving die zelf muziek maakt en via internet die muziek verkoopt. Want je kan dan eigenlijk, omdat eigenlijk de kost voor het verkopen van een additionele eenheid is eigenlijk zo goed als nul. Dus je kan in principe echt gigantisch rijk worden als je maar gewoon op het juiste moment het juiste nummer op het juiste kanaal kan weten te lanceren. En dan kun je je afvragen, ja, als iemand dan gewoon een liefde heeft voor muziek en die maakt een heel goed nummer, wat is daar het probleem mee? Dus dat zou een geval kunnen zijn waarvan je zegt, van daar is geen ethische... Dus ik denk dat er inderdaad een aantal gevallen kunnen zijn waarvan je zou kunnen zeggen, hier is weinig op af te dingen, alhoewel het nog steeds zo is dat die succesvolle muzikant natuurlijk gebruik maakt van het internet, dat ook gecreëerd is dankzij belastingsgeld waarmee wetenschappers die stappen hebben gezet. En dus, Anton, mag ik je dat dan voorleggen? Wordt eigenlijk gezegd, ik twijfel gewoon aan de verdiensten die rijkdom heeft gecreëerd. Maar laten we duidelijk zijn, een extreem rijk word je over het algemeen niet door te werken, word je door immobiliënspeculatie, dat is een belangrijke factor, dat is Trump bijvoorbeeld, word je door erfenissen, dus door allerlei dingen waar je helemaal geen verdiensten aan hebt. Het voorbeeld van Desiree Kolle natuurlijk is een voorbeeld. Hij zelf zegt van, ja, ik heb geluk gehad. Dus hij ontkent niet wat Ingrid hier zegt. Maar hij neemt het blijkbaar ook op als zoiets van, ik heb geluk gehad en ik heb nu een schuld ten aanzien van de maatschappij. En die betaal ik door allerlei vormen van filantropie. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik... Maar het is een... Dus ik ga hier niet doen alsof dit het representatieve voorbeeld is van extreem rijken. Maar het blijft wel het geval, als je kijkt naar de statistieken van de meeste rijken in de wereld, daar zitten wel wat zogenaamde self-made men in. En die self-made men, nogmaals, die gaan altijd terugvallen op een netwerk enzovoort. Dus wat je daarover zegt, is heel juist. Maar... Laten we zeggen, je moet voor dit soort verhalen een beetje ruimte laten in de maatschappij. En in het voorstel dat ik van u gelezen heb, Ingrid, laat je dat ook. Doordat je zegt, we gaan die giften niet gaan wegbelasten. Dus we laten die buiten het belastbare inkomen. Een ander aspect wat Anton hier natuurlijk aanstipte, is de vraag van solidariteit. Op het moment dat je een beroep wil doen op de massa, en die aanspraak is nodig straks, met alle grote noden die je even een notendop schetste. Jezelf gaf het eigenlijk ook al aan met jouw economische, met jouw ecologische kwestie. Op het moment dat je de massa wil kunnen aanspreken en en masse om die bijdrage wilt vragen,
al is het alleen maar die 1,5% groei per jaar, dus niet in zekere zin een netto aanspraak, maar een bruto aanspraak aan de toekomst, dan zul je de rijken, de extreem rijken, juist ook in het systeem moeten vangen, omdat er anders een opstand uitbreekt. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Dan ondermijn je die solidariteitsvraag. Maar mijn punt is, als je focust, Ingrid, je moet straks daarop antwoorden, maar als je focust op die extreem rijken, schep je misschien de illusie dat, in Vlaanderen, de extreem linkse partijen hebben dikwijls gezegd, laat de rijken de crisis betalen. Maar het idee dat de noden van solidariteit die er zijn alleen maar zouden kunnen betaald worden, alleen maar door die extreem rijken, dat is nee, fout. Dus ik ben daar ben ik het ook mee eens. En in het geval van het oplossen van maatschappelijke problemen zoals vergrijzing of het urgente behoefteargument in de teksten die je gelezen hebt, daar ben ik het ook mee eens dat doet een beroep op iedereen van ons die eigenlijk iets kan missen. Maar het is wel natuurlijk vreemd dat je aan de middenklasse die weliswaar wat kan missen, maar niet heel veel overbodige luxe heeft, dat je daar zou offers vragen of inspanningen vragen, terwijl er mensen gewoon op geld zitten waarvan je gewoon weet van het geld dient alleen maar om of statusuitgaven of het verder vermeerderen van geld. Je hebt natuurlijk nog de discussie over investeringen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om het draagvlak voor solidariteit onder de middenklasse te behouden. En zo heb ik jouw punt begrepen. Absoluut. Moet je eigenlijk echt een onderscheid maken ook tussen de middenklasse en de echt heel erg rijken. En dat onderscheid hebben we nu niet, want we hebben zo bijna geen vermogensbelasting. We hebben een fiscaal stelsel waarbij allerlei achterpoortjes zijn waardoor de echt vermogenden hun geld kunnen beschermen. En ons hoogste inkomenstarief is 53%. Waarom is het niet 70%? Nou hebben jullie nu vooral gefocust op de econoom in jullie. Maar jullie zijn ook alle twee filosoof. En ik vond dat Frank Meester iets aardigs aanhaalde waar ik jullie dan toch ook op zou willen bevragen in deze eerste ronde. Frank die zei, ik heb een broer die is heel rijk. Die komt eigenlijk in andere contraien en die brengt mij in verlegenheid. Ja. En eigenlijk zit hij ook in een wereld die niet de mijne is. En eigenlijk zou ik jullie voor willen leggen, is ook niet het probleem van rijkdom dat er een gebrek aan gezamenlijke ervaringen kan ontstaan. Dat je je buiten de gemiddelde wereld gaat begeven. Ja, toen dat Frank dat zei, toen dacht ik echt van ja, dit is dus reden nummer 7. En dat heeft dus inderdaad te maken met het relationele. Dus ik denk dat het Philip Pettit was, de Amerikaanse, Ierse, Australische filosoof Philip Pettit, die ooit heeft gezegd, je hebt de eyeball test. Kun je nog iemand in de ogen kijken zonder dat je dus eigenlijk, of dat de ene een gevoel heeft van schaamte of de andere een gevoel van dominantie. En dat argument heb ik hier niet uitgewerkt, omdat ik al 15.000 woorden had geschreven en toen dacht, nu moet ik stoppen. Maar dat is inderdaad ook, denk ik, eigenlijk, ik ben het met je eens. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom de ongelijkheid toeneemt, omdat omwille van allerlei processen fragmenteert de samenleving. Dus we hebben veel meer dat mensen in hun eigen bubbels leven. Dat geldt denk ik voor ons ook allemaal. Vroeger had je meer processen die mensen van verschillende, ik zal maar even het klassieke woord gebruiken, sociale klassen, bij elkaar bracht. Of dat was de kerk, of dat was legerdienst voor mannen. En die sociale praktijken zijn eigenlijk verzwakt of weg. En ik denk inderdaad dat mensen kunnen veel gemakkelijker een heel leven of een groot deel van hun leven in hun eigen sociale klasse leven. En dan heb je eigenlijk gewoon geen idee wat er bij de anderen aan toe gaat. Ik moet eerlijk zeggen, hier heb ik niet al te veel sympathie voor. De enige collega's die ik bij mij thuis op bezoek krijg, waarmee er gepraat wordt over hun inkomen, dat zijn degenen die werken op Gasthuisberg, dat zijn de artsen, die beseffen ook blijkbaar niet dat ze door hun werkende kliniek veel, veel meer verdienen dan de andere professoren aan de KU Leuven. Maar als ik een collega van de letteren op bezoek krijg, die praat nooit over zijn inkomen. Die van geneeskunde altijd. En wat is het probleem? Zij zeggen, wij verdienen veel, veel minder dan als we zouden gaan werken in een hospitaal in de provincie. En, want ze mogen geen privépraktijk hebben en zo van die dingen. Met andere woorden, wat doen zij? Zij doen iets wat totaal irrationeel is. Zij focussen op diegenen, die enkelen die het beter hebben dan zichzelf. En dat is de bubbel waarin ze leven. En ze zien niet dat er geweldig veel andere mensen zijn die
ook heel hard werken, want natuurlijk, ja, ze werken ook heel hard. En in België nog harder misschien dan elders, want ze werken meer dan 10 uur, de meeste van die artsen in gasthuiswerk. Maar natuurlijk, dan zeg ik van, ja, maar je vertrouwt je kinderen toe aan kleuterjuffen, aan leraars enzovoort. Kun je aan die mensen verantwoorden dat jij zoveel meer verdient dan die mensen? Of kijk naar managers, dat zeg ik aan mijn studenten. Je kunt als manager geweldig veel verdienen als je gaat bij die topbedrijven, maar je kunt ook in een sociaal-economiebedrijf gaan werken. Dan zit je in concurrentie met beschutte werkplaatsen, met de gevangeniswerk, met Oost-Europa, met China enzovoort. Je moet een verschrikkelijk goede manager zijn om met je beschutte werkplaats of met je sociaal-economiebedrijf overeind te blijven. Die mensen verdienen in vergelijking met die andere managers verdienen een fractie maar van wat die verdienen. Hebben die minder verdiensten dan die anderen? Dat slaat nergens op. En dus in dat opzicht denk ik, we moeten niet meegaan met de irrationaliteit van managers die kijken naar die ene andere collega die meer verdient dan henzelf en die alle proporties uit het oog verliezen en niet zien dat hun bijdrage tot de maatschappij, ja, de bijdrage van een leraar, de bijdrage van... Ja, als je je kind voor het eerst naar de school brengt, ja, dan vind je het verschrikkelijk belangrijk dat ze terechtkomen bij iemand die dat goed doet. En die dat, goed... dat is mijn commentaar. Mooi. Volgens mij hebben we in deze ronde al ontzettend veel aangeraakt. We hebben een introductie gehad van de 6 punten waar we er in ieder geval even aan hebben kunnen toevoegen. Rondom de problematiek van rijk of te rijk zijn. De begrenzing die er eigenlijk maatschappelijk een noodzaak aan verbindt. Rondom solidariteit en het in stand houden van de structuren. We hebben er ook al wat dieper over nagedacht wat het eigenlijk betekent in de omgang. Het elkaar wel of niet meer ontmoeten, het elkaar wel of niet meer in de ogen kijken. En de vraag wat het eigenlijk betekent als mensen alleen maar nog kijken naar degene die boven hen nog meer verdienen. In plaats van naar beneden kijkend wat ze eigenlijk al allemaal achter zich hebben gelaten. En waardoor ze zichzelf eigenlijk continu alleen nog maar eenzijdig positioneren. Anton, ik wil je ontzettend bedanken voor jouw mooie woorden. Dank je wel, hartelijk applaus. Ik introduceer Jelle van Baardewijk, want die gaat jou nu toespreken, aanvullen. En straks gaan we ook weer met elkaar doorpraten. Je had een jubeljaar vorig jaar, want je bent gepromoveerd. En als daarbovenop ook nog een mooie prijs voor een boekje wat je hebt geschreven. Publiek filosofieboek van 2018. De Socrates Wisselbeker kreeg je daarvoor. Je bent docent filosofie bij de afdeling bestuurskunde van de faculteit der sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. Jelle van Baardewijk. Ja. Misschien wil ik toch lopen. Pak een microfoon, ga je gang. Ja, Ingrid, ik wist eigenlijk niet dat het een boekpresentatie was. Dan zou ik misschien ook een veel minder kritisch verhaal voorbereid. Maar gefeliciteerd. Ik vind het een mooi geschreven boek. Het is belangrijk. Filosofen schrijven niet altijd helder. Dat doe je wel. En belangrijk, urgent thema. Dus ik heb het ook met veel plezier gelezen. Ik had het inderdaad absoluut in 1 avond uit. Dus het is ook vlot in die zin. Dus ik raad het aan om het toch nog even te lezen na vanavond. Ook de vorige spreker maakt... Het gevaar is dat het een... Kijk, ik heb ook een rood hart en ik hou ook van solidariteit. En ik ben ook onderdeel van het precariaat. En ik ben natuurlijk ook jaloers op hoogleraren die het allemaal niet hebben en dure auto's kunnen kopen. Maar we moeten ook uitkijken dat we wel proberen te begrijpen waarom rijkdom zo'n centrale rol is gaan spelen in onze cultuur. En waarom sommige mensen heel veel meer verdienen en wat de constructieve argumenten daar zijn. Dus ik denk dat het argument, als we niet uitkijken, dat we vanuit een te links perspectief kijken. Ik ben alleen ook niet heel rechts, dus dat is het lastige. Van nu ga ik toch proberen daar iets van lans voor te breken. Dus ik kan dat vanuit de geschiedenis van de filosofie enigszins doen. Dus ik zal een paar lijnen trekken. Het gaat mij in de kern om het concept, wat is verdienste? Ik denk dat we daar te gemakkelijk een soort liberaal-marxistische... Ik zal niet het discours van het heden gaan handhaven, maar ik zal het maar even liberaal-marxistisch noemen. Dat zit er een beetje in. Ik zal uitleggen waarom. Het heeft allemaal te maken met wat is verdienste. Kijk, het boek begint met Aristoteles. Aristoteles is ook terecht een inspirerende tekst voor Ingrid, want Aristoteles heeft de term economie eigenlijk gemunt. Hè? Dus was niet alleen de filosoof, maar ook eigenlijk de eerste econoom. En hij contrasteert het begrip oikonomia met gremastiek. En eigenlijk komt het hierop neer dat een econoom, of het begrip economie, gaat om het huishouden. En alles wat in de economie een plaats heeft, dat heeft te maken met wat je eet, met wat je kinderen geeft. En in zijn geval ook hoe je... delegeert aan je vrouw en slaven. Maar daar neemt Ingrid terecht ook afstand van in het boek. Dat is niet zo'n heel belangrijk punt.
Dus we gaan vanuit het model van een slaveneconomie naar het heden kijken. Daar distancieert zich heel netjes van. En ik denk ook dat dat mogelijk is. Ik ben zelf ook neo-Aristoteliaan. Dus ik ben ook graag geïnspireerd door Aristoteles. En ik denk dat dat kan. Maar in het economische begrip economie zit iets... je zou kunnen zeggen iets raars. Want in Aristoteles' tijd was er nog helemaal niet zoiets als het bedrijfsleven. In die zin heeft Ingrid denk ik een hele liberale lezing van Aristoteles. Kijk, het bedrijfsleven komt ongeveer op in de 19e eeuw. En ook in het oude Rome had je gewoon helemaal geen bedrijven. Dat bestond helemaal niet. Je had bedrijvigheid, negotium, maar je had geen grote firma's. Je had ook niet grote welvaart. En Aristoteles was daar ook tegen en Plato ook. Aristoteles is voor een economie die zichzelf voedt. En eigenlijk is handel iets wat fout is voor Aristoteles. En rente eigenlijk al helemaal. Ja, terwijl dat zijn eigenlijk pilaren van de moderne economie. Dus hoe kunnen we nou dat zomaar als kijkglas nemen voor de hedendaagse economie? Dan gaan we denk ik toch voorbij aan iets heel cruciaals in de moderne economie. En wat echt met het groeimodel te maken heeft. En wat niet alleen maar groei op zich is, zoals Ingrid suggereert. Want we hebben een heel duur zorgsysteem, een heel duur solidariteitssysteem. Dus het is maar goed dat we keihard groeien. Het is best wel te zeggen voor economische groei. We zijn ook een schuldgedreven economie. Dus we moeten elke keer groeien ook om die rente te betalen. En dat levert ook veel problemen op, maar ook veel vooruitgang. Die economia, daar zit iets in wat Marx later heeft opgepakt. Dan ga ik Aristoteles en Marx combineren. Dan ben ik ook alweer bijna bij mijn centrale punt. Namelijk dat Marx Aristoteles leest en dat onderscheid tussen huishoudeconomie en handelseconomie, de economie van de handelaar. Hij zegt eigenlijk van daar kun je twee grondtermen uithalen en die zijn centraal in zijn boek en zijn filosofie, het kapitaal. Dat is iets anders dan je misschien zou denken van Marx. Dat zijn namelijk gebruikswaarde en ruilwaarde. En Marx zegt eigenlijk, iemand verdient wat. Dat reserveer ik nog over, daar kom ik zo op terug, daar ga ik nu te snel in. Gebruikswaarde is de waarde van een goed die je gebruikt. Dus een koe bijvoorbeeld heeft een bepaalde waarde voor je, voor zover je er een tijdje van kan eten. En je had natuurlijk toen geen vrieskisten en zo, dat is allemaal heel lastig, maar... een deel van de koe bewaar je, de rest rolt weg of je verkoopt het. En dat is wat een koe waard is. En wij zijn tegenwoordig veel meer gaan denken over hoe je een koe kunt zien in een cyclus van producten. Dat had Aristoteles ook wel door, want hij hield wel van huishoudens die met elkaar handelden. Maar het mocht geen doel op zich worden. Dus de koe-ruil die je voor appels of voor peren of voor inspraak op de polis. Maar het was niet, dan wordt het wel corrupt, maar het was niet de bedoeling dat het een doel op zich werd dat jij ging handelen. Daar was hij eigenlijk, daar stond hij tegen. Tegenover. En wij hebben dat juist heel erg groot gemaakt. Dat beschrijft Marx. Bij ons is de waarde, de ruilwaarde, heel belangrijk geworden. Dus wij kijken niet naar van, oh goh, hij heeft mooie schoenen, ik heb een mooi shirt. Misschien kunnen we ruilen. Wij denken heel erg van, nou, ja, die schoenen, nou, 80 euro. Ja, nou, shirtje misschien 60 euro. Dat zou eigenlijk geen goede deal zijn. Hè? Wij kijken niet alleen maar naar de dingen en de gebruikswaarde, maar ook naar de waarde die het heeft in geld. En dat is voor ons heel centraal geworden. En dat zou Aristoteles niet leuk vinden en Marx vindt dat al helemaal niet leuk. Hij ziet eigenlijk het kapitalisme als een probleem omdat we te veel denken in de uitwisselbaarheid van goederen. Nou, in een nutshell zou je kunnen zeggen dat ze daarmee een kritiek hebben op de moderne economie en eigenlijk een conservatieve, communitaristische economie aanhangen. Daar komt nog bij dat Marx eigenlijk zegt dat het gaat niet alleen om de gebruikswaarde van dingen, maar voor zover je anderen beloont, gaat het eigenlijk om hoeveel uren ze ergens instoppen. En dat is ook heel belangrijk in het boekje van Ingrid, denk ik, dat zij zegt van, ja, heb je het nou verdiend of niet? Zijn extreem rijke mensen nou, kunnen die dat nou aan zichzelf danken? Is het nou geluk? Kijk, als je de oude Griekse economie met de moderne economie vergelijkt, er zijn er heel veel ontwikkelingsstapjes gemaakt van het beoordelen van wat voegt iemand nou toe. Dus sommige mensen, bijvoorbeeld een bepaald soort ondernemers, ja, die voegen dus heel veel waarde toe in één minuut of in een half uur. Die ontwikkelen iets. Hè. Bijvoorbeeld Elon Musk, dat is iemand die toen hij een tweet stuurde in september van I'm taking Tesla private, funding secured. Ik weet niet of jullie die tweet hebben gezien. Daar is hij voor beboet. Met 20 miljoen, hè, daar kom je in Nederland voor in de quote geloof ik. Die man, als hij dus iets zegt, dan verandert er al iets op de beurswaarde. Hè, op die... en dat is dus blijkbaar is dat ook iets waard. Nou, Elon Musk is een extreem voorbeeld, maar er zijn allerlei vaardigheden in de economie die helemaal niet Aristoteliaans of Marxistisch te begrijpen zijn als iets wat echt duidelijk iets toevoegt, waar wij snel van denken, ja, dat is toeval, maar die eigenlijk de kern van de moderne kapitalistische economie uitmaken. De innoverende kracht. Je ziet dat bij de ingenieur en bij de ondernemer in, denk ik,
op het sterkste. En op een bepaalde manier zie je die twee archetypen juist bij Elon Musk. Hè. Dus dat is en iemand die technisch is en iemand die ondernemend is. Dus die zijn heel goed in waarde creëren op de beurs. Nou, we moeten daar niet van denken dat het zo makkelijk is of zo. We moeten niet te snel denken van ja, dat is toeval. We moeten niet, ik vind het gedachte-experiment ook helemaal niet overtuigend dat iemand in de 17e eeuw of in de oude Athene niet ook heel rijk had kunnen worden. Dat zei Ingrid net, maar Thales was hartstikke rijk. Hè? Thales was de eerste filosoof, maar ook de uitvinder van de poetoptie. Er zijn allemaal voorbeelden van extreem rijken. Aristoteles schreef zijn boek tegen de achtergrond eigenlijk van de schuldencrisis in Athene, waarin sommige mensen heel rijk waren geworden. Dat was niet toeval of misbruik. Die mensen die begrepen wat het is om handel te drijven en rente te vragen voor elkaar. Nou, dus ik wil zeggen van, je moet niet te snel denken dat mensen die iets anders doen dan alleen maar uren maken, zoals zorgmedewerkers of docenten, zoals mensen zoals wij, ergens uren in stoppen en dan, dat is het werknemersmodel van kijken naar productiviteit. Sommige mensen die kunnen slimmer met geld omgaan. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die rijk zijn omdat het door erfenissen komt, ben ik het ook helemaal mee eens. En extreme rijkdom mag je ook best meer gaan belasten. Maar we mogen ook niet te gemakkelijk denken dat als je nou wat rijker bent dan anderen, dat je dan niet een bijzondere vaardigheid zou hebben of zo, die we juist waarderen en die ons ook onderscheidt van de wereld van de oude Grieken, denk ik. Dus wat is een verdienste? Gaan we niet te gemakkelijk daaraan voorbij? Nou, in de oplossingsrichting zal ik nog 1 minuut iets over zeggen. Vind ik ook het boek van Ingrid wat liberaal. En dus ik heb net gezegd waarom het wat marxistisch is, omdat het denk ik vasthoudt aan een eenvoudig waardebegrip. Ik vind het ook te liberaal in de zin, ja, dan moeten we mensen maar gaan belasten die heel rijk zijn geworden. Ja, we leven in 2019, iedereen heeft het hier altijd maar over het belasten van mensen en werknemers. Als je Piketty leest, het gaat eigenlijk om de instituties. Ja? Het gaat om financialisering, om de manier waarop onze economie door financiële markten gestuurd wordt, door bedrijven, wat die daar doen, die moeten belasting betalen. We denken veel te individueel aan mensen die zelf heel rijk zijn geworden. Je moet verzekeringsfondsen, je moet pensioenfondsen, bedrijfsleven vragen. Die hele dividendbelastingaftrek die we hebben gehad in de herfst, dat is eigenlijk de eigenlijke issue. Ja, dat is echt communitaristisch denken, zou ik zeggen. Dus het gaat niet om individuele rijken, het gaat om de instituties en wat die kunnen doen. Ook voor de ecologie. En ik denk, en nu ga ik echt afronden, ook het probleem met democratie hangt hiermee samen. Dus in Nederland is echt een Anglo-Saxische projectie. In Nederland, sorry dat ik zo zeg, maar ik vind het heel Anglo-Saxisch om te denken dat onze verkiezingen door mensen met geld beïnvloed worden. Het probleem in Europa is juist dat heel veel landen moeten bepaald beleid doorvoeren. Dat is het centrale punt bijvoorbeeld van Ewald Engelen. Heel veel beleid doorvoeren van Europa, ja, je moet zorgen dat mensen tot 6 uur werken, dat ze belasting betalen enzovoort. Dat is de kritiek op Italië bijvoorbeeld op dit moment, as we speak. Wat je ziet is dat de democratie is dus niet in bedreiging omdat mensen beïnvloed worden in hun stemgedrag. Maar wat ze ook stemmen, ze moeten toch bepaald economisch beleid doorvoeren. Dat is neoliberalisme. En dat is waar al die goede linkse wetenschappers op wijzen, vind ik. En ik vind dit ook een prachtig boek, daar gaat het niet om, maar de instituties van Europa, die dwingen een bepaald economisch arrangement af. En het maakt niet uit of je links of rechts stemt. Daarin moet je mee. Okay. Daarom noemen ze. Dus die instituties, ik vind dat een belangrijk punt wat ik in het boek miste. Ja. Jelly, dank. Mooi dat je in zo'n sneltreinvaart 3 grote domeinen hier klaarlegt voor Ingrid om op te reageren. Allereerst zeg maar even het marxistische verwijt, dan het liberale verwijt en vervolgens het institutionalisele beleid. Namelijk Europa legt het links of rechts om toch wel op. En dus kan je dat niet toeschrijven aan directe beïnvloeding van de politiek door de rijken. Reactie van jouw kant. Ja. Wat haal je eruit? Waar ga je jellen op replieken? Nou, ik denk dat het laatste punt van de democratie, dat daar ben ik het zeker mee eens dat het in Amerika veel groter en ook bewezen gevaar is. Wat ik in het boek zeg is, ik weet niet in hoeverre dat in Nederland speelt. Ik denk dat we het gewoon niet weten. Dus in hoeverre in Nederland geld politiek beïnvloedt, ik denk dat we hebben natuurlijk wetten op partijfinanciering, maar in hoeverre die bijvoorbeeld nagen. Ik stel gewoon die vraag. Ik probeer dat aan mijn empirische collega's te vragen en ja, ik kom er niet achter. Maar daar ben ik het met je eens. Met het punt dat je zegt dat de oplossingen te liberaal zouden zijn, ben ik het niet eens. En dus wil ik graag even citeren. Ik zeg, wat moeten we doen? Ten eerste rechtvaardige belastingen. En daar gaat het dus ook over zoiets als de dividendbelasting. Dat is gewoon een belasting. Dat kom je wel uitleg. Ten tweede zeg ik, een structurele oplossing vergt evenwel meer dan alleen maar herverdelende belastingen. Dit vraagt om een ander economisch systeem. Dus in dat opzicht zijn we het eens. En dan voeg ik ook toe,
Het eerste wat we misschien wel nodig hebben, is gewoon een bewustzijn, dus een andere manier om na te denken over verdiensten. En dan komen we bij je laatste punt. Maar ik ben het dus eigenlijk met je eens dat instituties, dat je belastingen zijn... Dus ik ben het niet met je eens als je zegt belastingen zijn een individuele oplossing. Want belastingen is ook een institutie. Maar het is wel zo dat we op allerlei manieren de instituties kunnen veranderen, waardoor de verdeling van rijkdom verandert en ook waardoor de mogelijke effecten van rijkdom op die dingen die ik genoemd heb kan veranderen. En dan toch nog even wat dieper in op dat eerste punt van Jelle, die verdiensten. Ja. Jelle zegt eigenlijk, het zou te makkelijk zijn om te zeggen, het gaat om de uren die mensen maken. Daar zit niet de moderne verdiensten. De moderne verdiensten zit nou juist in het bijzondere combineren van innovatiekracht en ondernemerschap. En dat is niet iets wat je alleen maar kan toeschrijven naar het kapitaal wat iemand van huis uit mee heeft gekregen, of de docent die ze toevallig voor de klas hebben gehad. Daar zit echt iets unieks in wat ook wel waarde heeft en wat je ook iemand ook niet zomaar zou mogen ontnemen. Ja, maar ik denk dat het een goed punt is om het zo expliciet te maken, dat die innovatieve kracht, dat die tussen mensen verschilt. Maar toch denk ik dat er twee soort van kanttekeningen dan wel antwoorden op zijn. Ten eerste is het wordt vaak gebruikt als een argument om in een situatie waarin het eigenlijk helemaal geen evidentie is voor die verdienst, om voor die extra innovatieve kracht, om die excessieve beloningen te vragen. Dus bijvoorbeeld bij topmanagers wordt er gezegd, ja, maar we moeten die persoon zoveel betalen, want die managers zijn uniek. Maar dat is de vraag in hoeverre dat ook echt het waar is. Dus ik weet dat iets waar ik aan moet denken is, Irene van Staveren heeft in een van de nationale kranten een stuk gepubliceerd op de opiniepagina, waarin ze de beloning van een kleine private, van de hoofdbankier van een kleine private bank tegen de beloning van de hoofdbankier van Triodos Bank naast elkaar legde. Die bankier van Triodos Bank verdiende echt veel, veel minder dan die investeerdersbank. En keek naar wat presteren die mensen nu? En dus dat verhaal dat je altijd hoort van die mensen hebben een magic touch en die voegen dus heel veel toegevoegde waarde toe. Het is soms waar, maar het is ook soms een argument, een soort van... Oké, Jelle. Dus... Ik ben het helemaal met je eens. Ik zal proberen het dan wat ad hominem te maken en dan ik bedoel argumentatief. Kijk, jij bent hoogleraar. Ja, en je bent hoogleraar en ben je hoogleraar omdat je een goede wetenschapper bent? En wat is een goede wetenschapper? Ben je een goede wetenschapper omdat je filosoof bent? Ik denk trouwens van wel. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld Koen Simon en Frank Meester ook goede filosofen zijn. En toen ik hierheen ging en vertelde aan een vriend, ik ga naar de balie, toen zei ik, ja, Frank Meester en Koen Simon en Ingrid Robijn, ze zeiden, oh, huh? Wat ga je dan doen met Koen Simon? Die herkende ze, want die heeft, denk ik, filosofisch kunnen die elkaar prima de hand schudden. Toch zit jij bij een beter arrangement. Waar zit hem dat in? Nou, dat is ook voor een deel omdat de munt van de wetenschap is publiceren. Dat is niet alleen maar hetgene wat je levert, dat is ook hetgene wat je krijgt. Als je dat eenmaal krijgt, krijg je aanstellingen, krijg je beurzen, krijg je kansen. Nou, dus dat zijn daar zit een irrationaliteit in, of een rationaliteit, het is maar hoe je het ziet. Ik denk een rationaliteit eigenlijk. Het is wel belangrijk om te zeggen, dat is geen magic touch. Jij kan dat heel goed. Dat is echt een vaardigheid, naast je filosofische vaardigheid. En daar krijg je voor betaald en daardoor kun je bepaalde plekken krijgen. Dat doen die CEO's ook. Dus wat is daar nou mis mee? Waarom betwijfelen wij nou hun capaciteit? Dat is wat wij als hoogleraar ook doen. Wij kunnen iets volgens een bepaalde... Wij begrijpen het. Je zegt feitelijk, zolang wij van buitenaf geloven dat mensen waarde toevoegen, het zij wetenschappelijke waarde of financiële waarde, is de verdienste hetzelfde. Maar vind je dat niet de parallel mogelijk? Zou je dat aandurven? Zou je dan ook zeggen van nou... Of zou je dan zeggen, nee, ik presteer echt meer en ik kan het aantonen? Nee, ik denk dat... wat ik ook in het boek zeg, ik denk dat enige ongelijkheid te rechtvaardigen is omwille van het feit dat je bijvoorbeeld... ik denk dat je bepaalde mensen niet meer bepaalde banen niet meer zou kunnen invullen. Maar ik denk gewoon dat er een bovengrens is. Daar komen we terug bij. Ja. Dus ik denk gewoon van... Maar wat zou je dan van zeggen van het argument van wij zitten... Oké, we hadden ook op ons 30ste kunnen beslissen voor de CEO. Nou, goede kans dat het gelukt was. Of ben je daar niet mee eens? Ik zou denken, gezien jouw talenten en mijn talent dat het best wel redelijke kans van slagen heeft... Ja, er zit wat willekeur in uiteindelijk, weet je wel. Maar
Het is toch zo dat... Jelle, het is toch niet ontoegankelijk wat zij doen? Wij kunnen daar toch komen? Ja, even een comma, ja, maar dat maakt gewoon niet uit, vind ik, voor het argument dat ik probeer te maken. Het punt is dat ik denk dat gewoon je moet eigenlijk jezelf in de spiegel kunnen kijken en zeggen, ik ben dit salaris waard. En dan is dus waard zijn, is dus... De ruilwaarde theorie zegt wat je ervoor op de markt kan krijgen. Ja. Maar dat is gewoon... Dat is het feit dat je dus van een feitelijke vaststelling, namelijk op de markt, kan jij dit onderhandelen? Want dat is het vaak, bargaining. Of heb je je vrienden waarmee je dit afspreekt? Of is er een bepaalde bereidheid op betalen van andere partijen? En dat je daaruit dus iets moreels zou kunnen trekken, die stap kan je zomaar niet maken. Dus dat is waar voor mij de... Dus het kan best zijn... Mag ik jullie nog even meenemen naar één ander aspect, voordat we dit gedeelte afronden? Want Jelle heeft ook in het verleden wel uitspraken gedaan rondom de vraag, wordt er eigenlijk wel voldoende ethiek toegevoegd aan het onderwijzen op het gebied van de economie? En je geeft net ook voorbeelden over wat er eigenlijk aan toegevoegde waarde gecreëerd wordt in die economische wereld, of dat nou verdienste is of niet. Maar het bewustzijn daar überhaupt over, de ethiek, de reflectie op het eigen handelen binnen die economische orde, dat is volgens mij ook een punt wat je nog wilde maken. Ik zal proberen het richting haar verhaal graag in dit zetten. Dus kijk, wat ik studenten bedrijfskunde en economie, waarom ik medelijden met ze heb, waarom ik vind dat onze academische manier van economieonderwijs problematisch is, omdat het te liberaal is en te weinig uitgaat van de structurerende werking van instituties in de zin van overheidsbedrijven of quasi-overheidsbedrijven. Zoals bijvoorbeeld verzekeringen en vooral pensioenfondsen. Die zijn in Nederland heel rijk, daar zouden we bijna alle problemen mee kunnen oplossen. Als we op die manier zouden nadenken over de economie, dat je moet investeren bijvoorbeeld in ecologie, waar ik het helemaal voor ben, of moet investeren in een stabiele democratische structuur. Je kunt bedrijven meer belasting laten betalen. Bedrijven betalen in Nederland nauwelijks belasting. Mm-hmm. En ik vind dat het economieonderwijs te weinig gaat over die belastinggrondslag. Dat wij denken te snel, het individu, over arbeid betaal je belasting. Kijk, studenten bedrijfskunde leren in Nederland, even kort gezegd, en ook te kort uit de bocht, maar niet te min, hoe kun je gebruik maken van mismatches tussen belastingregimes? Dat leren ze eigenlijk. Het hele idee van eer voor belasting betalen, dat je als bedrijf ook een belangrijke rol in een regio te spelen hebt en daar iets voor terug kan doen, dat zit te weinig in die studie, vind ik. Dus ik vind eigenlijk het communitaristische, institutionele perspectief ontbreekt. Maar ik vind ook dat een deel van de problemen die Ingrid schetst, die eigenlijk beter langs die as kunnen worden opgelost dan dat je nu individuele, succesvolle mensen vraagt meer belasting te betalen. Dus nee, maar goed, is wel een interessant punt. Ik heb die morele intuïties dus meer op het niveau van instituties. En daar verschillen we wel van mening. En daarom zei ik net ook dat punt van die CEO. Omdat ik best wel begrijp dat als jij heel hard werkt en graag bij zo'n groot bedrijf als Unilever de baas worden en het lukt, dat je veel verdient. Het is een voorspelbare route, het is een begaanbare route. Ingrid, tenslotte. Maar ik denk dat het nog niet uitgemaakt is of we uiteindelijk van mening verschillen. Omdat wat ik probeer te doen in deze 15.000 woorden, is zeggen dat er redenen zijn waarom we zouden moeten ongelijkheid begrenzen, ook aan de bovenkant. Dus niet alleen de armste boven een drempel, maar ook ergens moreel dan wel politiek proberen van boven grenzen te trekken. Hoe je dat doet, is een andere vraag. Dus de eerste is, kunnen we dit principe rechtvaardigen? Het tweede is, hoe doe je dat? Ik schrijf daar 3 pagina's over en ik begin met te zeggen, dit vergt een ander boek. Dus dat is inderdaad, maar ik ben het met je eens dat je dit moet institutioneel aanpakken. En ik wil er nog even 1 ding over zeggen en dat is, er is in de hedendaagse politieke filosofie een discussie over wat ze noemen in de Engelstalige literatuur pre-distribution. Dus eigenlijk zou je, voordat de primaire verdeling plaatsvindt, zou je daar moeten gaan dingen veranderen. En dat was uiteindelijk ook wat de liberale politiek filosoof aanvallen, de godvader, namelijk John Rawls, zei. Hij zei ook van, ik wil property-owning democracy. Property-owning democracy betekent dat je de eigendom en de macht van, dus eigenlijk klassieke termen, kapitaal in bedrijfsleden zo breed mogelijk verdeeld onder de bevolking. Okay. Dat is een structurele aanpak. Stop. We gaan dit echt nu afronden. Okay. Ik wil jullie beiden bedanken voor Wij toch gaan het mooie twist. Later nog eens doorpraten. Jelle, dankjewel. Hartelijk applaus. We hebben het discours mooi verbreed. Jelle, nogmaals dank. Het is denk ik tijd om nog een diepere vraag te stellen, namelijk waar komt nou eigenlijk die behoefte aan rijkdom
die behoefte aan onbegrensdheid eigenlijk überhaupt vandaan? Reine Rijk, dames en heren, die gaat ons daar hopelijk mee helpen. Zij gaat praten over het begrip gulzigheid. Reine, je hebt misschien ooit wel eens de zogenaamde marshmallow test gezien. Een beroemd experiment uit de jaren 60. Ik vertel het even voor het publiek wat het mogelijkerwijs ook allemaal kent. Waarbij eigenlijk kinderen worden geobserveerd met de vraag, kunnen ze wachten? Kun je hun directe behoefte uitstellen? En wat blijkt is mij wel eens verteld, de kinderen die dat het beste konden, werden later ook het meest maatschappelijk succesvol. Jij gaat het begrip gulzigheid voor ons duiden. Jij bent zelf ook filosoof, je bent docent, je geeft heel veel workshops. Neem ons mee. Ga je gang. Ja, dankjewel. Kijken. Zo. Hoi. Ik wil eigenlijk naar een hele praktische vraag, namelijk hoe krijg je rijken zover om hun rijkdom op te geven? Want dat is dan een belangrijke vraag, leek mij. En ik heb eerst een filmpje. Als het goed is, is dat bekend, ja. Daar wil ik even naar kijken. Pardon? Ressemble la Pietà de Michelangelo. C'est sûrement l'intention du photographe. Un petit peu blasphématoire. Giù con la mano. Marcello, un po' per lo screen? Oui. Una dozzina, Via. Via. Ja, voor wie deze film niet kent, dit is een fragment uit La Grande Bœuf uit 1973. En wat we zagen was de oesterrace. Het is een cultfilm. Er zijn vier vrienden die zich vervelen en besluiten zichzelf dood te eten. Met het meest decadente eten wat er is. Hier hebben we een oesterrace. En ze kijken naaktfoto's tegelijkertijd. Er is ook heel veel seks in de film. Het is nogal overdreven. Superrijk zijn misschien wel een soort vorm van hebberigheid. Of als we het over eten hebben, een vorm van vraatzucht. En als ik voor mezelf spreek, is dat iets wat absoluut walging bij mij kan oproepen. Het schrokken en schranzen van net van... Van iemand die zit te vreten, dat jakkes. Maar ook moreel gezien voel ik afkeer hiervoor. Hoe durven zij, de mensen die schrokken en schranzen, zoveel te verorberen, terwijl er zo weinig is? Tegelijk ken ik mijn eigen vraatzucht, mijn eigen gulzigheid, maar al te goed. Het kan heerlijk zijn om snel en veel te eten. Er zit een zinnelijk genot in. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen, dat kan erin zitten. Even iets persoonlijks. Enkele jaren terug had ik niet de beste periode in mijn leven. Ik was naar Amsterdam verhuisd en ik zat vast in een soort periode van zelfverachting. Ik beloof u, het is allemaal goed gekomen. Het gaat goed met me nu. Maar toen was ik redelijk ongelukkig met mezelf. En dit uitte zich in een vorm van binge eating. Oftewel schranzen. Stiekem en vaak shitty eten. Euroshopper chocolade, want dat is goedkoop. Rijstwafels met 3 lagen kaas, want onder het mom van rijstwafels hebben weinig calorieën. Maar al dit bingen en het ongelukkig zijn werd ik eigenlijk alleen maar dikker van. Wat mijn zelfverachting weer voedde. Ik vrat me rot, maar ik was nooit vervuld.
Je hoeft geen psycholoog te zijn om de dynamiek te doorzien. Ik probeerde mezelf te vullen met iets dat genot zou moeten brengen. Lekker zoet en calorierijk eten, maar het vulde me niet. Dus at ik meer, meer en meer. Deze dynamiek kun je wellicht ook koppelen aan het verzamelen van geld of bezit. Tot in het absurde toe. Je kan geld en rijkdom verzamelen tot je een ons weegt, maar als je er niet van kan genieten, om wat voor reden dan ook, heb je nooit genoeg. Je raakt nooit vol. De vraatzuchtige ervaring is een ervaring van gebrek. Iets ontbreekt en dit ding, of het nu geld, eten, seks of bezit is, moet het opvullen. Vaak zit er nog een allerlei andere emoties in die ervaring, zoals jaloezie, hij of zij heeft meer dan ik, of angst, mijn verlangens zullen nooit bevredigd worden, bijvoorbeeld. Ik denk dat onder het gebrek, onder andere het gebrek aan genot onze vraatzucht en hebberigheid voedt. Als het over genot gaat, moet ik gelijk denken aan Epicurus. Deze filosoof uit de Griekse oudheid werd gezien als de eerste hedonist. In onze tijd is hedonisme een soort dubbelzinnig woord geworden. We kunnen het voor onszelf gebruiken als we duidelijk willen maken dat we een Bourgondisch diner hebben gehouden, of dat we daarvan houden. Maar we kunnen het ook gebruiken als om te laten zien dat er een excess is, hè, zoals in La Grande Bœuf, of een soort leeg nihilistisch consumentisme. Epicurus was ironisch genoeg helemaal niet uit op overdaad. Nee, voor hem ging het om een goed leven, over het vermijden van pijn en onrust. Hij zou ons aanraden te leren genieten van water en brood. Hij zou ons, dat is niet alleen opportunistisch. Hè, de kans dat je je hele leven water en brood kan betalen is wat groter dan dat je ook altijd caviar kan betalen. Nee, er is meer. Voor het genieten van simpele dingen is er een zekere gevoeligheid nodig. Die in alle facetten van ons leven genotsverhogend kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een goede vrijpartij. Je kunt iemand aanraken met de volle hand, of met één vinger, of met een veertje. En vaak roept dat laatste veel meer spanning op. Is veel genotsvoller. Soms is minder stimulans juist stimulerender. Je zou kunnen zeggen dat schaarste soms juist genot vergroot. En meer levensvreugde oplevert. Zo komen we al snel uit bij een soort mindfulle benadering van genot. Het intens ervaren van een aardbei, heel mooi en zinvol, absoluut. Maar ook een beetje saai. Toch een beetje roomser dan de paus. Het woeste plezier van de gulzigheid. Want dat is ook een manier om die gulzigheid te ervaren. Dat is niet alleen leegte, nee, daar zit ook een uitbundige levendigheid in. Lustvolle en vervullende manier om gulzigheid te ervaren. En als het om het zomaar te zeggen wel lukt om vol te raken. Maar hoe vaak staan we dit toe? Hoe vaak zijn we goed in gulzig zijn? We vinden vraatzucht en onbegebreidelde rijkdom vaak moreel verwerpelijk. Heel christelijk van ons overigens. Armoede is goed, rijkdom is slecht. Maar laatst leerde ik van Alan Watts, een boeddhistische filosoof, dat dit in het boeddhisme ook anders kan worden gezien. Armoede gaat daar om simpelheid. Dit is niet goed omdat rijkdom slecht is, maar omdat er in de simpelheid geluk te vinden is en vrijheid. Ik denk zelf dat het niet zal werken de rijken en de superrijken over te halen hun rijkdom op te geven omdat dit goed is. Nee, het is veel makkelijker om je bezittingen los te laten als je daarmee iets verliest. Niets verliest. Je genot niet en zelfs je gulzigheid niet. Smak, schrans en vreet je gek, maar doe het beter. Zuig het merg uit de botten van je kalfsschenkel, maar doe het met heel je hebben en houden. Doorleef ieder stukje van je gulzigheid. In mijn binge-eat-periode las ik een boek geschreven door een vrouw met bulimia. Het heette Monster en Mo. Zij zei iets van dezelfde strekking. Het proberen te remmen van je vreetbuien zal nooit lukken. Het enige wat werkt is je volledig over te geven aan het vreedmonster dat er in je leeft. En steeds beter te begrijpen waar deze naar smacht. En je zal erop op moeten gaan vertrouwen dat je hierdoor ook echt vervuld kunt raken. Want alleen dan zal je ook ophouden met onnodig veel te eten.
Dit bleken erg goede adviezen voor mijn eigen vraatzucht. Ik keek mijn monster in de ogen en zei, rustig maar. Je zal krijgen wat je hart begeert. Ik zal je niet meer ketenen en verstoppen. Ik zal je geen rotzooi meer geven. Ik ging de winkel met een nieuw vizier. Waar heb ik echt zin in? Alles mag. Ik bleef veel meer zin te hebben in goede chocola. Die mocht ik eerst niet. Waarvan raak je ook veel sneller vol. Dus ik eet inmiddels alleen nog maar roomboter en volle melk. Dat vult. En dat maakt het veel minder dat ik veel minder consumeer. En veel minder nodig heb. En veel meer geniet. Esther Perel, de Vlaamse therapeut, heeft hier een heel handzaam advies voor het verhogen van genot. Zij heeft het over seks, maar ik denk dat het eigenlijk op alles van toepassing is. Je gaat meer genieten als je beweegt, ademt en geluid maakt. Stel je het maar voor, een stukje chocola in je mond. Hè? Stel maar even voor, een stukje chocola. Of als je niet van chocola houdt, iets anders wat je lekker vindt. Als je daarbij beweegt, het liefst met je bekken. Flinke lucht erbij, zoals bij wijn. En dan heel veel doet. Dan gegarandeerd geniet je meer en raak je sneller vol. Ik garandeer het, ik heb het heel veel geprobeerd, het werkt echt. Nu zijn dit hele goede adviezen gebleken voor mij en mijn omgang met mijn eigen gulzigheid. Om deze diepte te ervaren en daardoor minder nodig te hebben en eigenlijk dingen los te laten. Voor mij was de crux het durven te verlangen en dit verlangen goed te leren bevredigen. Maar kan dit ook op grote schaal? Kan je deze adviezen voor je persoonlijke leven ook extrapoleren naar een grote groep, de rijken en de superrijken? Komt alles goed als zij overal bij gaan zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof in ieder geval niet dat alleen het morele appel zal werken. Bezit en rijkdom loslaten is moeilijk. Want laten we eerlijk zijn, ieder van ons in deze zaal is waarschijnlijk ook al rijk zat. Maar hoe makkelijk laat jij iets van de rijkdom die je niet nodig hebt los? Ja. Reinerik, dankjewel. Ingrid, een mooi pleidooi om het begrip rijkdom op een andere manier te interpreteren. Niet zozeer in de materiële welvaart alleen, maar ook in de manier waarop je dat beleeft. En misschien zelfs wel daarvoor in de plaats kan stellen. Ja, ik denk dat uiteindelijk, dus dat zou denk ik iets anders zijn dan wat ik heb proberen te doen in mijn boekje. Maar ik denk inderdaad dat je een aantrekkelijk ideaal zou moeten kunnen voorspiegelen wat dan over rijkdom gaat, maar rijkdom in het andere begrip van rijkdom. Namelijk niet in materiële accumulatie, maar in een goed leven. Dus, en dat is interessant, want je hebt het niet over Aristoteles gehad, maar hij had natuurlijk ook een heel idee van het goede leven. En ik denk eigenlijk dat het wel interessant is dat die vraag, zoals ik in het begin zei, die vraag stellen wij niet meer politiek, omdat we vinden dat we politiek pluralistisch moeten zijn. We moeten verschillende ideeën van het goede leven omarmen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we hem niet meer als persoon of met onze vrienden of in ons gezin of in onze gemeenschap zouden mogen stellen. En daar zijn dit soort debatten denk ik heel belangrijk voor. Je zegt nu dat mag niet meer. Ja, dat. Ja. Maar ik vind dat dan toch wel een interessante constatering. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, Aristoteles zegt, wanneer is iemand gelukt? Wanneer ben je nou eigenlijk samengevallen met je eigen ideaal? Of ben je geworden wie je echt bent? Mm-hmm. En dat bijna meer moralistische aspect over naar jezelf kijken, kan heel erg goed, kan ik me voorstellen, tot een ander gedrag leiden. Ook omdat we weten dat mensen met heel veel geld, je refereerde er zelf naar, niet noodzakelijkerwijs ook gelukkig zijn. Ja. Nee, maar als ik zeg van we kunnen dat, we leven in een pluralistische samenleving en dus we kunnen niet meer één idee opleggen. Dan gaat het er meer om dat vroeger had je veel minder vrijheden. We hadden gewoon ideeën over dit is wat je hoort te doen. Dat was veel meer en er was ook een bepaald idee van meer strikte sociale normen. Ik denk dat we. Nou, mag ik je toch even het iets moeilijker maken? Want we hebben nu toch opnieuw zo'n dominante opvatting, namelijk geluk is een keuze.
Je moet streven naar materiële welvaart. Je moet streven naar financiële onafhankelijkheid. Dat is toch nu een dominante norm? Ik denk dat die inderdaad... er is altijd een soort van bovenstroom of ideologie in de samenleving. Ja. En ik ben het ermee eens dat die, ook omdat bijvoorbeeld ja, toch uiteindelijk de economie, het kapitalistisch systeem, heel erg zichtbaar is in de samenleving, dat het materiële en een materialistische invulling van het goede leven, dat die dominant is. Dat is ook mijn soort van interpretatie van de samenleving. Maar er is een verschil tussen wat gebeurt er en wat gaan we politiek reguleren. En daar denk ik wel eens een soort van echt een stap die we denk ik niet kunnen zetten. Dus ik denk dat de inzichten die jij aandraagt, die zijn denk ik heel belangrijk voor de vragen die we ons stellen. Ook als we natuurlijk maatschappijkritiek maken, maar ik denk dat we moeten opletten dat we wetgeving en politieke besluitvorming vanuit een bepaald dik idee van het goede leven gaan reguleren. Of gaan dat zou jij geen goed idee vinden? Nee, ik zou wel heel blij zijn als we hoe we samenleven een flink stuk rechtvaardiger zouden maken. Dus rechtvaardigheid is een norm die ik denk, daar kunnen we het met z'n allen over hebben. Maar er blijft wel een bepaalde vorm van vrijheid waarin je zelf kunt kiezen hoe je dan je leven invult. Maar dat wil niet zeggen dat al die invullingen van het goede leven even waardevol zijn. Ik denk alleen dat we niet terug willen naar een tijd waarin dat door de dominee of door wie dan ook bepaald werd. Of door je ouders. Is het niet haalbaar of is het niet wenselijk? Dat kon ik even niet opmaken uit wat je zei. Nee, ik denk dat het niet wenselijk is. Het is niet wenselijk. Dus in dat opzicht ben ik, zoals Jelle terecht zegt, heb ik wel een soort van liberaal principe, ja. Dat ik, of hoe je het ook wilt noemen, dat ik wel denk van, maar liberaal in de politiek-filosofische betekenis, niet in de politieke betekenis, is een heel groot verschil. En dat betekent dat ik vind dat mensen zelf moeten kunnen kiezen hoe ze hun leven vormgeven, maar binnen grenzen van rechtvaardigheid die in mijn optiek veel verder gaan dan degene die we nu hebben. Maar dat betekent dan toch ook automatisch dat er een grote focus moet zijn op die persoonlijke invulling van hoe je omgaat met rijkdom. Als je je dus niet geen regels en wetten wil maken die dit soort rijkdom echt inperken of in ieder geval een bepaalde sturing geven aan je invulling van geluk, waar ik het overigens denk voor een groot deel ook mee eens ben, dan moet er een verhaal zijn, een manier zijn voor iedereen om zelf die rijkdom los te laten, want anders gaat het toch niet gebeuren. Dan ga je Maar ik denk dat dit een misverstand is. Dus ik denk wel dat je reden hebt om rijkdom in te perken. Dus van de 6 die ik gegeven heb, zijn er 4. Zijn politiek-filosofische redenen om rijkdom in te perken. Maar 2 hebben meer te maken met het goede leven. Dus ik denk Aristoteles zijn verhaal. En het verhaal op het einde wat aansluit bij jouw verhaal over wat doet dit eigenlijk met de mensen zelf. Dus ik bespreek psychologische auteurs die echt zeggen van de rijken worden er niet gelukkiger van. Maar dat zijn redenen waarvan ik denk van dat zijn belangrijke inzichten, maar het beleid zou heel paternalistisch worden als je daarop gaat sturen. En daarom dat wij in de filosofie het toch wel belangrijke onderscheid maken tussen ethiek en politieke filosofie. En politieke filosofie gaat over de afspraken die we met z'n allen maken over dit is hoe we de samenleving vormgeven. En ethiek gaat over onze... Je eigen... Ik denk wat wel heel belangrijk is dat we soms wel vergeten hoe belangrijk natuurlijk het is, hoe belangrijk het is dat binnen samenlevingsvormen, gezinnen, vriendschappen, scholen enzovoort, dit debat of deze gesprekken wel gevoerd worden. Dus ik denk deze gesprekken moeten gevoerd worden, maar niet in de arena, denk ik, waar je aan wetgeving maakt. Laatste respons? Ik vraag me af of... Ik denk het ook, maar als je dat zegt, van daar moet je geen sturing aan geven via wetgeving of beleid, dan vraag ik me af of het wel gebeurt, of die reflectie ook plaatsvindt. Want ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat het loslaten van de rijkdom,
de solidariteit waar we het eerder over hadden, toch wel vergt voor bijna iedereen, al is het maar dat je je eigen belastingen betaalt, een soort innerlijk werk is. En als je daar van het toeval af laat hangen of dat gesprek wel of niet gevoerd wordt, dan weet ik niet of mensen bereid zullen zijn, de superrijken, om dat af te leggen. Om dat af te staan, omdat het hard werken is om te doen. En dat gebeurt niet zomaar toevallig, denk ik. Maar waarom hopen we dat rijken netjes hun belastingen zullen betalen en niet zullen proberen aan belastingontduiking te doen? Ik zou hopen dat rijken het ermee eens zijn dat dit een stap is naar een rechtvaardige samenleving. Ik denk niet dat ze het gaan doen omdat ze denken, daar ga ik zelf gelukkiger van worden. Dan gaan ze waarschijnlijk gewoon de helft van het jaar ergens op een wit strand ergens in het zuiden van de wereld zitten. Ja. Ik stel voor dat we deze vraag ook nog eens even verleggen naar de zaal. Ik wil Reine heel erg bedanken. Dank je wel. Hartelijk applaus. Reine, jij moet een trein halen, dus jij bent hiermee dismissed. Ik zou Jelle en Anton willen vragen om plaats te nemen, zodat we ook de zaal nog een kans kunnen bieden om een aantal zaken verder uit te diepen of te bevragen. Wie? Begin ik bij u en zeg elke keer eventjes wie je bent. Ga je gang. Hallo, mijn naam is Geertje en ik vroeg me af, je had het over Rawls en over de property owning democracy. En Rawls is natuurlijk ook een liberaal en ik vroeg me af, hoe zou dat er dan praktisch gezien uit moeten zien? Oké, en dat vraag je aan Ingrid. Ja, ik wou dat ik daar een antwoord op had. Het probleem is dat Rawls heel lang is geïnterpreteerd als verdediger van de verzorgingsstaat, die op die manier dus wou de positie van de minst bedeelden zo sterk mogelijk maken, maar in een soort van combinatie van losse stukken geschriften die na zijn dood zijn gepubliceerd, zei hij dus van dat hij eigenlijk iets radicaler wou, namelijk die property owning democracy, waarin je niet een kapitalistisch systeem hebt en dan gaat herverdelen en de zwakste opvangen, maar waar hij eigenlijk vond dat als je het had over de eigendomstructuren van het kapitaal, dat je daar moest ingrijpen. Maar dat heeft hij niet heel erg uitgewerkt, maar er zijn mensen die nu proberen na te denken, wat zou dat concreet betekenen? Er wordt gesuggereerd dat voorbeelden zoals coöperatieve bedrijven, zoals je in Baskeland hebt, dat voorbeelden zijn van hoe dat je eigenlijk, waarbij dus de coöperatieve bedrijven in het algemeen, dat een manier is waarop je zou kunnen, je maakt dus wel nog steeds gebruik van markten, dus er blijft een kapitalistische structuur, maar gedeeld eigendom daaronder. Precies, ja. En daardoor heb je dus veel minder grote loonsverschillen en ook gewoon meer inspraak en meer betrokkenheid van mensen. Dus dat is grofweg geschetst het idee. Oké. Andere vraag. Ja, kom ik eventjes aan deze kant bij u. Zeg even wie u bent. Hoi, Anna Luna Post. Een van de mooiste punten uit uw boek vond ik dat er zo'n sterke nadruk is nog steeds op beloningen in termen van geld. Dat salarisonderhandelingen plaatsvinden omdat mensen meer beloning willen in die vorm. Dat is iets waar denk ik een cultuuromslag in zou kunnen plaatsvinden. Maar hoe krijg je een cultuuromslag van de grond? Zeker op het moment dat een culturele elite, die hier wel mee bezig is, en een economische elite steeds verder uit elkaar aan het groeien zijn. Lijkt me ook een vraag voor jullie alle drie. Want ik kan me voorstellen dat jullie daar verschillend over denken. Maar laten we even met Ingrid beginnen. Ja, ik heb toch het idee dat Jelle deze vraag het beste kan beantwoorden. Aha. Nou, Jelle, nee, het is echt een hele moeilijke, een hele mooie, maar een hele moeilijke vraag, denk ik. Wat denk jij? Ik denk wel, ik kan alvast zeggen, ik denk dat sowieso debatten voeren cruciaal is. Dus ja, dat is natuurlijk een soort van flauw antwoord. Maar het eerste punt is natuurlijk, je kan niet aan culturele of maatschappelijke verandering werken als je niet eerst die debatten voert. Dus. Maar Ingrid, er ligt natuurlijk ook in deze vraag heel mooi besloten dat mensen misschien wel naar iets anders op zoek zijn, beloning, maar het eigenlijk alleen maar in geld uitgedrukt kunnen krijgen. Dus het opent misschien ook wel de discours over de vraag of je mensen niet ook op andere manieren kunt beloven. Maar uiteindelijk willen mensen erkenning. Ja. Natuurlijk willen ze ook brood en boter op tafel, maar ze willen erkenning. En de vraag is, wij hebben natuurlijk erkenning te veel vertaald in geld. Dus de vraag is, kan je niet ook aan manieren van erkenning komen die dan niet leiden tot die extreme ongelijkheid? Anton? Ik ben geneigd te zeggen, Ingrid, jij bent een specialiste meer dan ikzelf van de capability-theorie.
wat is een rijke maatschappij? Ik ben soms geneigd om te zeggen, wij leven in een overvloedsmaatschappij. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, die kunnen verschrikkelijk veel dingen, richtingen zoeken waarin ze zichzelf gaan ontwikkelen. Ze kunnen naar de schilderacademie gaan, naar de tekenacademie, naar de muziekschool, naar sportclubs enzovoort. Veel, veel meer dan ik 40 jaar geleden kon doen. Dit is een rijke maatschappij en dat heeft niks te maken met of je nu nog 5% loonsverhoging krijgt of je per jaar in plaats van 2 citytrips er 3 of 4 kunt doen. Dat heeft niks te maken met geluk en met al de dingen die wij begeren. Maar je kinderen kunnen kansen geven om zich te ontplooien in welke richting dan ook. Dat is iets verschrikkelijk belangrijks. En daarvoor zijn publieke voorzieningen ook nodig. Dat is de reden waarom belastingen niet zo per se slecht zijn. Ja, en dan hoort natuurlijk ook het aspect toegang tot daar natuurlijk bij. Hebben die kinderen, die kleinkinderen van u en de anderen, daar ook daadwerkelijk toegang toe? Ja. Dat is kwaliteitsvolle diensten, publieke diensten aanbieden als maatschappij. Dat is tegen een prijs die het toegankelijk maakt. Dat is wat we met de welvaartsstaat hebben proberen te doen. En wat we tot nu toe nog altijd vrij behoorlijk doen in landen zoals Nederland en België, denk ik. Dan toch even naar Jelle. Je hebt even kunnen nadenken over die vraag van beloning die zich eigenlijk... En ook over wat hier gezegd wordt. Kijk, het is allemaal heel... Ik ga toch nog even een keer met dat etiket werken. Het is toch allemaal heel liberaal. Zo van, we willen een maatschappij... In ieder geval iets zo hoger bij je mond. Oh, sorry. Ja. Het probleem is niet dat er een cultuurverandering moet plaatsvinden vanuit mijn kader. Je moet gewoon restricties opleggen. Dus bepaalde thema's, bijvoorbeeld duurzaamheid of bijvoorbeeld, weet ik veel, cola blikjes op school. Soms wordt het heel concreet hoor. Suikerverslaving. Ik haak even aan bij dat verhaal van Rijn. Dat kun je sturen. Je hoeft mensen niet altijd aan zichzelf over te laten of zij dan een innerlijke rijkdom kunnen ontwikkelen om nee te zeggen tegen dingen. Sommige dingen kun je ze gewoon aanbieden of sommige dingen kun je ze niet aanbieden. Of je kunt met nutjes best wel sturen. Je kunt via de pensioenfondsen best wel nadenken over hoe gaan we onze economie ecologischer herorganiseren. Hoe gaan we investeren in zonnepanelen. Waarom moet de individuele burger met zijn eigen huis die keuze maken? Vanuit de capability approach, als je wil duurzaam leven, dan kan dat. Ja. Zo gaan we de wereld niet beter maken. Ik denk dat ook de capability approach in zijn algemeenheid vaak veel te veel draait om van, nou, als je wil sporten of je wil van de natuur genieten, dan kan het allemaal. Je wil veel meer een staatssysteem dat weer controle neemt over basale domeinen waar we van weten dat het belangrijk is. Dus bijvoorbeeld onderwijskwaliteit. We weten dat dat heel belangrijk is. Dus ik zit meer op de positie van ongelijkheid moet best kunnen, maar mensen moeten op zich een gelijke kans hebben. Als ongeveer dezelfde talenten hebben. En als je zo'n positie inneemt, dan moet je dus zeggen dat iedereen met bepaalde talenten naar de universiteit moet kunnen en bepaald goed onderwijs moet kunnen volgen. En dan kunnen ze zelf op basis van eigen prestatie ook volgende stappen maken. Hele basale, ook overigens best wel liberaal idee. Maar daar moet je dus in investeren. Je moet dus keihard daarin investeren. Dan moet niet een soort keuze zijn van gaan we dat nu door partijen laten doen. Je kan gewoon meerjarig zorgen dat het onderwijssysteem fit is. Ja. Ik denk dat ecologie, onderwijs, eten zijn allemaal domeinen en dat heeft niks te maken met mensen die willen eliteonderwijs aanbieden. Nee, als je kiest voor een universiteit, moet het niveau gewoon heel hoog zijn. Oké, dat is jouw pleidooi nog even naar Ingrid in een eerder debat. Nu dan toch even terug naar deze vraag. Die beloning alleen in de vorm van geld, of is daar meer denkbaar? Ik dacht dat het om die cultuuromslag ging. En ik zeg dus het is een institutionele, maar dan snap ik de vraag niet helemaal. Kun je nog één keer herhalen, sorry? Laten we dat doen. Ja, de vraag was hoe kun je mensen aanzetten om ook andere... Ik denk dat de economische elite op dit moment wel echt alleen maar geld als beloning wil. Ik denk dat de culturele elite al veel meer zit, ik wil erkenning. En dat daar dus een verschil in zit. Maar als wij de economische elite een ander soort beloning willen laten accepteren, hoe gaan we dat doen? En dat lukt denk ik niet met politiek, want de VVD zal het er niet mee eens zijn. Ja, sorry, wetenschappelijk gezien is het gewoon niet waar. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan naar werkmotivatie. Iedereen werkt vanuit intrinsieke motivatie, vindt autonomie belangrijk. Er zijn maar heel weinig mensen met zo'n plat geldideaal. Dat is ook, zit ook in het boek van Ingrid, vind ik veel te sterk aangedikt. Nou Jelle, maar mag ik het je dan wat moeilijker... Echt, dus mensen, ook de economische elite, ook makelaars die gewoon rijk willen worden, hebben natuurlijk Jelle, even, mag ik je dan helpen? Als jij dat zegt en je hebt gelijk, er is ontzettend veel onderzoek gedaan, intrinsieke motivatie is veel belangrijker dan geld. Oké, maar dan is het toch eigenlijk armzalig dat de beloning die er tegenover staat alleen maar in geld wordt uitgedrukt?
Ja, volgens mij is dat helemaal niet zo. Je hebt heel veel titels bijvoorbeeld in heel veel beroepen. Aanstellingen, de manieren van organiseren, managementtaken. Maar goed, laten we voor de sake of argument iets meegaan. Er is een verschil tussen, de Good Work Project is een bekend voorbeeld. Bijvoorbeeld van Thijs Jansen, verkondigd dat in Nederland, heeft daar wel 10 boeken over geschreven, moet je maar eens opzoeken. Goed Werk Project. Gabriel van der Brink is bekend socioloog die veel. Dat zal jij echt interessant vinden. Dat gaat dus over arbeidsmotivatie. Je ziet dat sociologen aantonen dat het goed is. Oké, er is een klassenverschil tussen economische en culturele elite. En de economische elite gaat dan toch te veel voor het geld en de culturele dan minder. Nou, ik denk dat op het punt van politiek best wel verenigbare behoeftes zijn bij die verschillende klassen om dingen via niet via het bewustzijn, maar via staatsinterventies op te lossen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over milieuproblematiek. Volgens mij is er ontzettend veel draagvlak. Je zou hooguit kunnen zeggen dat de winst van Forum voor Democratie nu tot wat wenselijke discussie heeft geleid. Maar heel veel mensen willen eigenlijk dat daar dingen op veranderen. Economische elite en culturele elite, ik zie niet in mijn werkomgeving, ik werk met allebei die partijen wel een beetje, hoe dat nou zo verschilt. Ja, misschien jullie wel, maar volgens mij, ik ben er best optimistisch over hoor. Maar je moet wel bepaalde dossiers. Kijk, het dossier van armoedebestrijding bijvoorbeeld, ik denk dat niet echt leeft. Dat gaan we straks behandelen. Je hebt een interessante vraag gesteld. Je hebt een mooie respons gekregen die zeer uiteenloopt in de reactie. Andere vraag. Wie? Ik wil daar eventueel nog wel iets aan toevoegen. Dat mag. Ondertussen denken mensen over een andere vraag. Maar dus de kwestie van intrinsieke motivatie, dat is ook wel belangrijk. Wat is de rol van een manager? Wat is een goede manager in een bedrijf? Is iemand die mensen, de juiste mensen binnenhaalt, dat we zeggen mensen met intrinsieke motivatie, en die ervoor zorgt dat de organisatie zodanig functioneert dat die intrinsieke motivatie niet verdrongen wordt, maar bewaard wordt. Nu, als zo iemand dan zelf door zijn manier van zoeken naar beloning toont dat hij zelf extrinsiek gemotiveerd is, ja, dan is hij gewoon slecht geplaatst om te doen wat hij moet doen. Die intrinsieke motivatie bij zijn medewerkers bewaren. Het goede voorbeeld geven in die zin is veel, veel belangrijker dan wat dan ook. Dus voor mij is dat een reden tegen de extreem hoge beloningen van managers. Als je toont op die manier dat je zelf extrinsiek gemotiveerd bent, ben je slecht geplaatst voor een job waarin je de intrinsieke motivatie van je medewerkers moet gaan stimuleren. Nou, dat is een mooie doorgetrokken redeneerlijn, zou ik zeggen. Als het om intrinsieke motivatie gaat, kan je je onmogelijk laten belonen in slechts meer geld dan de ander. Ja, maar mag ik daar ook nog één? Dat betekent dus ook dat we zien dat de mensen, want we zien over de tijd heen dat de lonen in bedrijven tussen de laagst betaalde en hoogst betaalde, die kloof wordt steeds groter. En we zien ook dat er topverdieners zijn die steeds, we hebben een aantal gevallen gehad in Nederland het voorbije 2 jaar, waarbij bijvoorbeeld de CEO van ING 50% loonsverhoging was. Hoe valt dit te rijmen met de uitspraak dat iedereen intrinsiek gemotiveerd zou zijn? Ik denk dat er meerdere fenomenen zijn. En één daarvan is, mensen vergelijken zich met de mensen die in hun zogenaamde peer group zitten. En die CEO's in Nederland, die vergelijken zich met hun Angelsaksische collega's, en die werken in een veel ongereguleerder kapitalistisch systeem, waarbij de loonsongelijkheid nog veel groter is. Dus dat drijft die lonen omhoog. Ja, het is en-en hoor, denk ik. Het is gewoon en-en. Dus in die wereld van bankiers Is volgens mij zo fijn als we dat als conclusie kunnen trekken. Nou, nee, want ik denk dat die intrinsieke motivatie. Kijk, je wordt geen de bankier bij ING als je niet 80 uur in de week wil werken en dat je leven is dat je ook met zo iemand bent getrouwd en geen kinderen hebt enzovoort. Dat is je leven dan. Die gasten doen toch niet alleen maar om het geld, het gaat om het hele leefstijltje. Ik vind dat je dat dan ook te negatief ziet. Zij hebben natuurlijk ook die Tesla autofloat en die manier van leven en oriënteren. Dat is wat zij willen. Je kunt er wel zeggen van dat is alleen maar geld, dat is een soort halve religie. Ik zou er nog eens wat diepte interviews tegen aangooien met deze specifieke doelgroep. Vraag. Ja. Van deze meneer. Zeg even wie u bent en wat is uw vraag? Frans Vlek. Ik ben een beetje in verwarring. 2 discussies door elkaar. Veel geld maakt niet gelukkig. Dat is even dit over de intrinsieke motivatie en geld. Ik denk die Musk, ja, het gaat hem niet alleen om het geld. Die wil gewoon elektrische auto's maken, whatever. Die is best wel een bevlogen type. Maar het ging ook over thema's van rechtvaardigheid. En ik zit te denken, hoe meet je dan af aan een land of het rechtvaardig is? Ja, als je het alles naar inkomen gaat doen, wat je veel ziet. Er zijn alleen maar modellen over hoeveel wordt er verdiend in een land. En dan kan je dat delen door hoeveel inwoners er zijn. Dan krijg je van die statistieken. En bij toeval kwam ik bij een index, Social Progress Index. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn, maar ik was helemaal flabbergasted dat ze dan voor zoveel landen in kaart brengen hoe de kwaliteit van een land eigenlijk is. En dan krijg je hele andere modellen. Dus ik
wou dat eventjes vragen. Van, zien jullie daar iets in als het gaat over rechtvaardigheid? Dat we dus gewoon in ons politieke debat ook kijken, hoe is Nederland er naartoe? En dan niet alleen maar kijken naar inkomen per bevolking, maar bijvoorbeeld zo'n index erover. Ja. Ingrid, dat is uw onderwerp. Ja, daar heb ik niet in dit boek, maar ook heel veel over gedaan. Zoals Toon zei, omdat ik heel veel geschreven heb over de capability-benadering. En dat gaat dus inderdaad over een theorie die kijkt naar, als je het hebt over kwaliteit van leven, of over de mogelijkheden van mensen, die kijkt naar, noem maar even die sociale indicatoren. Wat kan je doen? Vertaald naar dingen zoals gezondheid, kwaliteit van onderwijs, zorg, etc. En dat doen dus al, er zijn meerdere van die indexen. Echter, wat die indexen geven, is een alternatief voor bruto binnenlands product per capita. Rechtvaardigheid is een ander soort vraag, alhoewel die twee dicht bij elkaar, dicht tegen elkaar liggen. Rechtvaardigheid gaat eigenlijk over de vraag, of zijn meerdere vragen, maar een belangrijke vraag is, hoe organiseren we de samenleving op zo'n manier dat iedereen krijgt wat hem of haar toekomt? En dan gaat het niet alleen over zeg maar een stuk van de taart, dat is dus wat we met z'n allen produceren aan welvaart, maar ook over de sociale relaties tussen mensen. Dus dat gaat zowel over vragen van erkenning en sociale rechtvaardigheid, bijvoorbeeld ook te maken met racisme en seksisme en die vraagstukken. En ook over vragen van hoe zit het met economische ongelijkheid. En daar, daar is niet een antwoord op zoals de zwaartekracht. Dus rechtvaardigheidsvragen gaat uiteindelijk, daar hebben we heel veel theorieën over, en daar kunnen we dan over discussiëren, van wat vinden wij een acceptabele... Maar Ingrid, dit komt toch wel, vind ik, ook mooi samen aan het eind van deze bijzondere gespreksavond. Namelijk dat je ook zou kunnen zeggen, ja, er is 100 jaar lang een ongelofelijke studie gemaakt van de economie. Mensen zoals jullie ook zijn econoom geworden. Dit gaat eigenlijk over de vraag, wat is levenskwaliteit? En je zou dus ook kunnen zeggen, nee, wij moeten dus een qualonoom introduceren. Een onderzoek, een wetenschap die die kwaliteit op al die facetten in beeld brengt. Die misschien net zoveel zekerheid en onzekerheid kan bieden als de economie nu. Ja, maar de economie was vroeger veel breder. De economie was gewoon, de economie was vroeger zowel ook verbonden met de ethiek, maar ook verbonden met al de andere disciplines. Het is enkel in de laatste, wat zal het zijn, 50, 100 jaar, dat dat veel erg vernauwd is. Het interessante is dat als we het over de capability-benadering hebben, die is eerst voorgesteld, die heeft wortels in Aristoteles en in Marx en in Mill enzovoort, maar die is voorgesteld door Amartya Sen, een econoom. Weliswaar een econoom die ook aan filosofie deed. Dus ik denk, de economie moet, en dat is denk ik belangrijk voor ons allemaal, de economie moeten we niet overlaten aan de economen zoals ze nu zijn opgeleid. En we moeten proberen de economie als discipline en als denkmanier terug opnieuw te verbreden. En daar denk ik, heb jij dan weer een boek over geschreven die ons erbij kan helpen. Dus ik denk dat het belangrijker is om gewoon dat terug te reclaimen, zoals mooi. Het vroeger was. Ja, Anton? Ingrid, ik hoor je niet graag zeggen van we hebben heel veel theorieën van rechtvaardigheid. Ik ben geneigd te zeggen, er zijn niet alleen veel theorieën van rechtvaardigheid, er zijn ook een aantal heel, heel vaste basisintuïties. En een van die basisintuïties, dat is dat de macht van het geld moet ingeperkt worden. Dat nog afgezien van hoeveel mensen dan wat de ongelijkheid is qua geld, maar dat je een fatsoenlijke opvoeding voor je kinderen kunt krijgen, ook als je arm bent, dat de macht van het geld in het rechtssysteem, in de opvoeding, in de gezondheid enzovoort, daar geen of nauwelijks een rol mag spelen. Dat is een basisvoorwaarde om dan al de rest van onze theorieën over rechtvaardigheid op los te laten. En ja, dat is het eerste wat belangrijk is. En daarvoor heb je publieke voorzieningen nodig, daarvoor heb je belastingen voor nodig. En die kun je niet alleen bij de extreem rijken halen, die zul je ook bij die middengroepen moeten halen. Dus dat is dan de rest. Nou ja, of het nou een qualonomie is of het feit dat je de huidige economie weer moet verdiepen, verruimen, zoals dat vroeger wel gebruikelijk was, dan blijft Jelle toch het eindbeeld over van die armzalige koning Midas die bijtend op alles wat hij tegenkwam, alles in goud zag veranderen, maar uiteindelijk met niks achterbleef. Ja, uiteindelijk gaat het in het leven natuurlijk niet om geld. Dan kun je wel bezig zijn met dat de macht van het geld groot is. Maar als je er alleen maar zelf in denkt, ook als je het rechtvaardige wil hebben, dan ben je er te veel mee bezig. Dus je moet natuurlijk proberen goed te leven. Ja, het gaat niet om geld. Het gaat niet om goud. Nee. Ik stop. Het is mooi geweest. Geef ze een heel hartelijk applaus.
Heren, dank voor het mooie initiatief. Volgende boekje in aantocht. Het grote niet, 17 mei, Rosanna Hertzberg. Goed, dat staat in onze agenda. Dank jullie wel en heb nog een mooie avond. Dank jullie wel.